Goedemiddag allemaal en welkom bij het eerste webinar in onze vierdelige reeks over bedrijventerreinen. Want, dames en heren, dit wordt het jaar van de bedrijventerreinen en de verduurzaming, of moet ik zeggen, de versnelling van de verduurzaming op die bedrijventerreinen. En hier zien jullie zo'n bedrijventerrein en we gaan vandaag aan de slag. En dit eerste onderdeel van de serie, dat wordt het warmte en koude op bedrijventerreinen. Wat meteen misschien ook wel het allerlastigste thema is. En het thema wat misschien het meest uitleg behoeft om daar echt stappen in te gaan zetten. We hebben een enorm interessante line-up voor jullie geregeld vanmiddag, waar ik zo meteen wat meer over ga vertellen. Naast mij staat overigens Guus Mulder, mijn collega. Ik ben Robert-Jan van Egmond en wij zijn allebei programmamanager bij TKI Urban Energy en wij proberen aan de ene kant innovaties aan te jagen en aan de andere kant proberen we ook die innovaties daadwerkelijk tot implementatie te brengen op in dit geval bedrijventerrein. Dan even kort het programma. We gaan vandaag beginnen na deze eerste introductie met een update van het versnellingsprogramma. Guus gaat zo meteen dat programma introduceren. Daarna krijgen we een verhaal van CE Delft en dat gaat over smart thermal grids en bedrijventerreinen. En over de kansen van warmte en koude op bedrijventerreinen en allerlei studies die ze hebben uitgevoerd op die bedrijventerreinen. Dan hebben we een korte break en in die break gaan we met elkaar eventjes wisselen. En daar ga ik zoiets ook meer over uitleggen en dan gaan we naar de breakouts. En dan moet ik eigenlijk zeggen, ik zie dat op deze slide nog iets verkeerd omstaat. We gaan eerst vier pitches zien en dan hebben we die korte break. Dus na het verhaal van CE Delft gaan wij de vier pitchers voorbij laten komen. Dan hebben we een break en gaan wij vier korte breakouts hebben. Dus jullie kunnen dan zelf kiezen naar welk verhaal van welke pitcher jullie vervolgens toe kunnen. En dan sluiten we daarna af met een case over een nog aan te leggen warmtenet, maar waar de studies al heel ver lopen en waar ze op het punt staan om zeg maar het verhaal uit te gaan zetten en in de markt aan te gaan besteden. En daarover later veel meer. Tot slot een afsluiting en dan is het nog mogelijk tot 6 uur voor degenen die daar zin in hebben en daar nog wat mensen willen ontmoeten om met elkaar te netwerken. En bijna net als een echt event kun je gewoon met elkaar in contact komen. Even een paar praktische tips voor vanmiddag. In het linkermenu vinden jullie eigenlijk drie belangrijke knoppen, of de drie belangrijkste wil ik even noemen. De eerste is het hoofdpodium, daar zijn jullie nu. En het hoofdpodium, dat is voor alle plenaire sprekers. Dus dat is voor onze introductie, zometeen het versnellingsprogramma, CE Delft en dan de korte pitches. Daarna gaan jullie uit elkaar en moeten jullie eigenlijk naar de knop sessies. En dat betekent dat er vier parallele sessies zijn waar jullie kunnen kiezen. En je kunt zelfs tijdens de sessies nog hoppen om naar een andere sessie te gaan. En dan kun je van heel veel sessies of juist van één de diepte in en dan kun je ook vragen stellen. En dan aan het einde kun je op de knop netwerken drukken. En dat zou eventueel in de pauze ook kunnen. En dan word je automatisch gematcht met andere mensen die ook op dat moment aan het netwerken zijn. Goed, nou dan even kort nog deze webinarserie. Die hebben we niet alleen opgezet. Dat hebben we met een hele serie aan organisaties hebben we dat op gang gebracht. En daar zien jullie een hele hoop van. We doen het eigenlijk echt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die hebben we heel veel contact mee. Ook omdat zij dat versnellingsprogramma heel belangrijk vinden en ondersteunen. En we hopen eigenlijk met deze serie van 2021 daadwerkelijk het jaar van de bedrijventerreinen te maken. En de energieversnelling, de energierenovaties op die bedrijventerreinen. Dan geef ik nu graag het woord van Guus die de volgende sprekers gaat aankondigen. Kijk, dankjewel. Het begon eigenlijk eind 2019 in november. Toen waren we bij het bedrijventerreinencongres in Arnhem en toen klom Ferdy Liché, directeur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, op het podium. En die vertelde daar, jongens, ik ben hier om een excuus te maken, want we zijn in de energietransitie in de gebouwde omgeving, zijn we de bedrijventerreinen vergeten. En daar gaan we nu verandering in brengen. In januari heeft dat geleid tot gesprekken. En aan het eind van januari is ook een convenant getekend door 40 partijen die gezamenlijk die verduurzaming voor aan de grond wil gaan trekken. En eind vorig jaar heeft dat geleid tot een subsidie van Binnenlandse Zaken aan drie partijen, de transitiemakers, TNO en Klok, om gezamenlijk te kijken van kunnen we nou een versnellingsprogramma neer gaan zetten voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. En vandaag ben ik trots dat ik hier uit mag nodigen Bert Strijker en Ruben Schutte van de transitiemakers die de voortgang van dat programma aan jullie verder zullen uitleggen.
Bert, Ruben. Dank jullie wel. Goeiedag, ik ben Bert Strijker. Zoals net al gezegd werd door Guus Mulder van TKI Urban Energy. Wij zijn vanuit het versnellingsprogramma. Bert Strijker, transitiemakers. Mijn collega Ruben Schutte, ook van transitiemakers. Goedemiddag. Maar we zijn niet alleen in die hele exercitie. Ook daarin doet TNO mee. En daarin, Michael van Hulst is daar de trekker in. En we hebben vanuit Klok Jeroen Bosma, die daarin de trekker is. Dus uiteindelijk doen drie partijen zijn met het verkenningsprogramma aan de slag. En we worden ondersteund door een heel groot team om dit allemaal op te halen en mogelijk te maken. En een heel goed advies uiteindelijk uit te brengen. Maar in ieder geval dus, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. Zeg maar, de partijen die op die bedrijfsterreinen actief zijn, medewerking willen leveren en kennis willen aandragen en ook de versnelling willen aanbrengen. Daar gaat het versnellingsprogramma om. Dan druk ik op de volgende slide. Ja, waarom nu bedrijventerreinen? Zoals Guus Mulder net ook al aankondigde, Ferry Léger vanuit BZK noemde ooit een keer, sorry, bedrijventerreinen zijn vergeten. Nou, hij weet ook nog dat wij er in die zaal aanwezig waren. Op die dag daar in oktober 2019 was dat volgens mij in Arnhem, dat hij echt een excuus maakte van waarom de bedrijventerreinen en waarom nu echt die bedrijventerreinen. Meneer Nijpels heeft het al gezegd vanuit het klimaatakkoord, energieakkoord. Jongens, daar liggen gewoon de hele grootste kansen. Er is heel veel aandacht altijd al gegeven aan die woonwijken. Maar als je ziet de grootste kansen, uitdagingen, maar ook de complexiteit, liggen op de bedrijventerreinen. Dus daar lobbyen we voor, steunen we voor en hopen we dat dit versnellingsprogramma daar een bijdrage gaat geven. Dat er echt versnelling gaat komen in de energietransitie op die bedrijventerreinen. Maar als je kijkt naar al die rapporten vanuit de KEK, dat je ziet waar het staat, dan gaan we alle doelen met elkaar nog niet halen. En de doelen worden ook nog weer opgeschoven. Dus uiteindelijk moet er nog meer versnelling gaan komen. De 50% CO2-reductie die we zouden moeten behalen, wordt al opgeschroefd naar 55%. Dus er moet nog een tandje bij. En nogmaals, de versnelling is er, de kansen zijn er, maar de uitvoering moet gewoon plaatsvinden op de bedrijventerrein. Dus daar willen we graag bijdrage aan gaan leveren in totaliteit. De kansen zijn er ook, wat er ook zegt de Nederlandse Bank. De energietransitie brengt ook kansen met zich mee voor de economie. Dus vandaar dat het allemaal dus en het klimaatwinst en de bedrijfswinst hand in hand kunnen gaan. Nou, zoals Guus ook al zei, het versnellingsprogramma. Wat ik wel heel erg mooi vind, dat de nut en noodzaak is bekrachtigd door diverse stakeholders. We zijn nu een analyse aan het doen, we zijn de stakeholders aan het bevragen. Dat zijn de provincies, gemeentes, bedrijvenverenigingen, parkmanagers en andere organisaties die hiermee van doen hebben. Die zeggen allemaal de nut en noodzaak is erg belangrijk, ga je mee aan de slag. Wij leveren jullie input en wij gaan meedoen. En wat ook het leuke is, dat de ministeries van de opdracht is verstrekt voor de subsidie door het ministerie van BZK voor deze verkenning. Maar dat zowel EZK als INW hier nu ook bij betrokken zijn en ook meedenken en meegaan in het hele proces. Dus het is niet alleen BZK die zegt van ga ermee aan de slag. Maar het wordt goed onderstreven en ondersteund door zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door het ministerie van INW, dus Infrastructuur en Waterstaat. En de uitvoering, wat ik net in het begin ook al zei, maar nu ga ik een bruggetje naar mijn collega Ruben Schutte maken, die over de inhoud en waar we staan en waar we naartoe aan het gaan zijn. Vanuit transitiemakers doen we het samen met Klok en met TNO. Dus we staan er niet alleen voor. We zijn blij met deze partij die dit gaat doen. En we zijn heel blij jullie te zien en te horen. En ik geef nu mijn woord aan mijn collega Ruben Schutte. Ja, je moet ons eigenlijk zien. Wij komen even langs en we zorgen ervoor dat iedere stem wordt gehoord, zeg maar. En we willen van alle stakeholders willen wij horen, waar hebben jullie behoefte aan? Wat kunnen jullie aanbieden in de verduurzaming van de bedrijfsterreinen? Vandaag hebben we het over warmte en koude op bedrijfsterreinen. Dat is één van de thema's, maar er speelt natuurlijk nog veel meer. Wat wij beogen te doen, ik ga even een stapje opzij doen, zodat jullie het ook kunnen zien. Het versnellingsprogramma die beoogt in ieder geval invulling te geven aan een vijftal onderdelen. Ten eerste een kennis- en expertisecentrum. Er gebeurt enorm veel in Nederland al. Verschillende bedrijventerreinen die zijn al enorm ver in de verduurzaming. Daar gaan jullie waarschijnlijk vanavond ook nog hele mooie praktische voorbeelden van zien. Maar om nou iedere keer opnieuw het leergeld te moeten betalen, dat is praktisch weggegooid geld. Het kennis- en expertisecentrum verzamelt alle geleerde lessen over hoe je nou de verduurzaming van bedrijfsterreinen moet aanpakken.
Daarnaast moet die kennis en expertise die moet worden ontsloten naar de stakeholders op bedrijfsterreinen. Daarvoor zijn de twee volgende onderdelen beoogd. Hè. Dus de ondersteuning van de regionale aanjaagfunctie. Er zijn al een heleboel regio's die hebben hun eigen organisatie die de verduurzaming van bedrijfsterreinen stimuleert. Maar die kunnen de nodige ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld door middel van procesgeld of door middel van extra capaciteit of een toolkit. Dat is het tweede onderdeel. En het derde onderdeel is de ondersteuning van bedrijvencollectieven. Uiteindelijk komen de verschillende vraagstukken die komen neer bij de ondernemersverenigingen, bij de parkmanagementorganisaties en via hun uiteindelijk bij de bedrijven. Die hebben de nodige ondersteuning nodig. Het is vaak niet de core business. De meeste parkmanagementorganisaties zijn nog voornamelijk bezig met schoon, heel en veilig. En er komt eigenlijk duurzaamheid komt daar nog bij. Vanuit het versnellingsprogramma moeten die ondersteund worden. Ten vierde dus een kennisagenda voor knelpunten. Een heel praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld de verzekerbaarheid van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Daar loopt het hele land tegenaan. Dat is bij uitstek iets wat je centraal kan oppakken. TKI Urban Energy is daar al bij betrokken. En dat zou dus ook een thema kunnen zijn van het versnellingsprogramma. Er komen nog een heleboel problemen aan. Over allerlei verschillende thema's. Klimaatadaptatie, de verduurzaming van de mobiliteit. Eén ding is zeker is dat er nog een heleboel problemen gaan komen. Daar een kennisagenda voor ontwikkelen en vervolgens in het kennis- en expertisecentrum weer terug laten komen. Dat is ook een onderdeel van het versnellingsprogramma. En vervolgens de afstemming en borging van de voortgang. Dus de verschillende beleidsprogramma's op lokaal en regionaal niveau, die je goed op elkaar laten afstemmen. Wil je de volgende doen? Tot nog toe, we hebben al een hele hoop gedaan. We lopen een beetje tegen het einde van de eerste fase. We hebben een stakeholderanalyse gedaan. Daar laat ik straks nog een mooie praatplaat van zien. We hebben verkennende gesprekken gevoerd. We hebben een conceptuitwerking gedaan van wat voor een type organisatie past daar bijvoorbeeld bij. Is er überhaupt vraag naar een organisatie aanvullend? Vraaggesprekken met de stakeholders gevoerd. De gemeentes, provincie, ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties. Dat zijn allemaal belangrijke stakeholders in dit geval. Dat hebben we gebundeld in de tussenresultaten. De tussenrapportage die wil ik graag wel nasturen. Het mailadres van mij en van Jeroen Bosma van Stichting Klok. Onze contactgegevens staan op de laatste sheet. Dus stuur vooral even een mailtje, dan sturen we de tussenrapportage. Dan kunt u het allemaal nog even een keertje nalezen. Daarnaast hebben we nog een aantal werksessies gedaan en er komen ook nog een paar werksessies met stakeholders, waarin we bijna alle provincies hebben bereikt. Een sessie hebben gehad met ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. De grap bij die sessie was trouwens ook al wel van door het organiseren van die ene sessie, aan het einde van dat anderhalf uur werd eigenlijk al teruggegeven van het feit dat we hier de kennis al hebben kunnen delen door input te leveren aan het versnellingsprogramma, hebben zij stuk voor stuk allemaal ook wat aan gehad. Dus dat bekrachtigt ook wel van waar we mee bezig zijn, die kennisuitwisseling. Verschillende organisaties zijn met een specifieke focus bezig op bedrijfsterreinen met een specifiek thema. En die kunnen dan heel goed leren van een ander bedrijfsterrein die net weer een andere focus aanbrengen. Dus dat was in ieder geval wel super interessant om mee te maken. Wat we dus nu nog doen is per stakeholder een rol definiëren. Welke rol heeft die specifieke stakeholder in de verduurzaming van bedrijfsterreinen? Welke vragen, welke behoeften heeft die stakeholder en kan eventueel vervuld worden door het versnellingsprogramma? Of zou moeten worden vervuld door het versnellingsprogramma? En ten derde dus het aanbod. Wat kan die specifieke stakeholder inbrengen in de verduurzaming van bedrijfsterreinen in Nederland? Of
specifiek in die specifieke regio. Ik wil er eentje verder doen. Dit is die praatplaat waar ik het net over had met alle stakeholders. Het zit vaak in de kleine lettertjes, is mij wel eens verteld. Ah, hij wordt al groter gemaakt. Kijk, dat is super. Die staat ook in de tussenrapportage. Dus als je even een mailtje naar me stuurt, dan stuur ik de tussenrapportage door. Dan kun je het door gemak nog een keertje nalezen. De grap is eigenlijk, ik vind dit een typisch voorbeeld dat grafische vormgeving ook goed voor je kan werken. Wat we hier hebben geprobeerd weer te geven, is dat het uiteindelijk draait om de bedrijfsterreinen en de bedrijven. En om de gemeente en de specifiek dan de account managers of de bedrijfscontactfunctionarissen van die gemeentes. Gemeentes hebben super veel opgaven te doen. Onlangs nog in Buitenhof over de jeugdzorg en het tekort daarin. En eigenlijk komt de uitvoering van de energietransitie van de verduurzaming van bedrijfsterreinen er ook nog eens bij. Vanuit het versnellingsprogramma beogen we dus juist specifiek die gemeentes te ondersteunen hierin. Met kennis, expertise, middelen, et cetera. En vervolgens natuurlijk de bedrijfsterreinen en de bedrijven, die moeten het uiteindelijk ook gaan uitvoeren. Dus ook die moeten... ook die staan dus centraal in dat speelveld. Wat dit ook mooi weergeeft is dat het een enorm complex verhaal is. Er zijn enorm veel verschillende stakeholders bij betrokken. Iedereen vanuit een ander perspectief. En om daar de vertaling tussen die verschillende stakeholders te regelen, dat is de grote uitdaging waar we voor staan. Zou je naar de volgende willen? En natuurlijk, in de filosofie zeg maar van waar we mee bezig zijn, is dat we jullie input nodig hebben. Willen we graag hier ook een call to action doen? Scan even de QR-code. We hebben een formulier aangemaakt. Vul die in. Daar komen ook dus de vragen ook weer terug van welke rol vervult u nu als het gaat om de verduurzaming van bedrijfsterreinen? Welke behoefte heeft u extra? Mag ook plat geld zijn, maar dan wel graag het type geld. Hè, dus procesgeld of investeringsgeld of wat dan ook. Geef dat aan. En wat kan u of uw organisatie aanbieden in het vraagstuk van de verduurzaming van bedrijfsterreinen? Hier nog de contactgegevens. Dus even kijken hoor. Hier zo. Ja. Even kijken of dit lukt zo. van Jeroen Bosma, van Klok en van mezelf. Stuur dus even de mailtje, sturen we de tussenrapportage op en vul alsjeblieft het formulier in. Dan kunnen wij dat in de eindrapportage weer meenemen. Ik ga daar wel een deadline aan stellen. Dat, ja. Kijk, eind juni dan willen we een eindrapportage opsturen. Dus het liefst nog voor 18 juni, want dan kunnen we dat nog meenemen. Dus in ieder geval alvast enorm bedankt daarvoor. Deze aftrap van ons allereerste webinar. Ik heb een paar vragen voor jullie binnengekregen. En de eerste is eigenlijk, jullie zijn met een nationaal programma bezig. Ja. Maar ik kan me voorstellen, zoals jullie eigenlijk al aangaven, dat er in allerlei regio's en gemeentes gebeurt ook al heel erg veel. Wat vinden die ervan dat er nou ineens daarboven nog een keer wat gebouwd wordt? Omdat ze al zo lekker bezig zijn. Hoe valt dat? Dat valt uiteindelijk wel goed. Je vooral uitleggen waar je staat en wat het belang is van het nationaal programma en hoe belangrijk de rol van de regio en de lokale entiteit is. Dus niet zeggen van de bomen van gaan we het opleggen, maar vooral wat er nu al is, gaan we proberen sterker te organiseren en sterker te informeren. Dus het is niet zoiets van je gaat van ons horen en dit gaat u doen, maar we gaan je meer kennis aandragen. En dat doet het uiteindelijk wel goed. Maar natuurlijk zijn de eerste gesprekken van ja, maar zijn we jullie wel nodig? Nou, dan moet je nog wel drie keer uitleggen waarom we toch met elkaar wel nodig zijn, moet ik wel zeggen hoor. En vaak de voorgesprekken, wat ik net zeg, bij die overleggen, je spreekt ze voor die tijd al, dan hoor je wat de vraagstelling is, dan leg je uit wat de bedoeling is, en dan gaan ze wel langzamerhand mee. Maar het is vaak hetzelfde vertellen. En het draait niet om het programma. Nee. Het draait uiteindelijk wat er lokaal en regionaal gebeurt. Dus als er een regionaal initiatief is, dan hoeven de lokale partners, die hoeven helemaal geen weet te hebben van dit programma. En kan de regionale aanjager, dat is een heel belangrijk woord bij het tweede onderdeel uit mijn hoofd natuurlijk, er stond de ondersteuning van de regionale aanjaagfunctie. Het gaat erom dat we die aanjaagfunctie ondersteunen, niet vervangen.
Nee, precies. Nee. Want wat we gezien hebben natuurlijk is dat er ontzettend veel kennis wordt opgebouwd op allerlei plekken en overal hetzelfde. En eigenlijk is dat wat jullie gaan proberen op te lossen. Ja, dat klopt. Daar zijn we mee bezig. En die input zijn heel erg nodig van iedereen. En dat krijgen we nu ook wel. Ja, precies. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat juist al die lokale voorbeelden zouden naar een nationaal podium moeten gaan. Ja. Om daarna weer in al die andere podia weer terug te komen. Je schetst het heel goed. En het leuke van dit programma is dat we nu ook heel veel partijen spreken. Ondanks dat we heel lang al werkzaam zijn in het werkveld. Dat je nu meer spreekt dan je überhaupt had gedacht dat er aan initiatieven zijn. En die leveren hun kennis ook wel. Dus iedereen draagt wel graag bij. Dus het gebeurt meer dan we dachten. Heel goed. Dan eigenlijk, waarom zou dit vanuit de overheid moeten gebeuren en niet bijvoorbeeld vanuit MKB Nederland? De overheid heeft gewoon die verkenningsopdracht uiteindelijk, of de subsidie gegeven om hiermee aan de slag te gaan. MKB Nederland zijn natuurlijk een van de partners waar we natuurlijk over mee spreken en die ook in de klankbordgroep zitten. Ja, dan moest er iemand beginnen. Ik denk dat de gedachte van welke partijen zijn er nu actief en bezig, klok. Versterkt het kennisniveau, het organiseert niveau op bedrijfsterreinen, TNO de kennispartner en wij als uitvoerder in de praktijk van heel veel bedrijfsterreinen aanpakken op het gebied van energietransitie. Ik denk dat het antwoord is. Ja, en het zal je niet verbazen dat we ook een klankbordgroep hebben, waarbij we eigenlijk toetsen waar we mee bezig zijn en waar dus ook de VNG in zit, IPO, SKBN, Klok, maar ook MKB Nederland en VNO-NCW. Oké, dus het is echt heel breed gedragen, maar dat is jullie ook wel toevertrouwd volgens mij. Dank je wel. Heel goed. Dan eventjes, je noemde de aanjaagfunctie. Wie zou dat straks moeten doen en hoe zou dat dan echt moeten gaan landen overal? Ben je zeker, Ruben? Wie het moet gaan doen? Daar is eigenlijk niet een eenduidig antwoord op te geven. Er wordt de laatste tijd vaak naar parkmanagementorganisaties gekeken, omdat het eigenlijk de persoon is die vaak het vertrouwen geniet van de bedrijven, ook contact heeft met de gemeente. Dus daar eigenlijk al als een speel in het web, kan functioneren. Ja. Wat dus heel erg belangrijk is, die de verbindingen kan leggen. Maar het kan bijvoorbeeld ook, als er geen parkmanagementorganisatie is, kan er bijvoorbeeld ook het voorbeeld dat je een familiebedrijf hebt en de DGA die gaat met pensioen, zoon of dochter neemt het bedrijf over en die persoon die heeft in één keer heel veel tijd, maar loopt al 20 jaar rond op zo'n bedrijfterrein, die kent de andere bedrijven. Zo iemand die wil je ondersteunen. Als die aangeeft van ik wil op dit bedrijfsterrein rondrennen, ik wil met mijn collega's weer rond de tafel om te kijken hoe ik ze kan helpen. Ja, die wil je kunnen ondersteunen. Daarnaast heb je ook wel vaak in de regio een soort versnellingsinitiatief. En bijvoorbeeld in de Achterhoek heb je Achterhoek onderneemt duurzaam. Dat is in het verlengde van de ondernemersverenigingen. Nou, en die heeft dan de schaalgrootte om iemand aan te stellen die daar projectleiding over voert. En die wil je eigenlijk nog een extra toolkit meegeven of een soort spreekbuis naar Den Haag, om hem zo te noemen. Okay. Kortom, het ligt nog niet helemaal vast en het moet vormgegeven worden de komende tijd. En daar is het versnellingsprogramma ook erg voor. Helemaal duidelijk. Dan kwam er een vraag van Wim Nabbe uit het publiek. En die zei, is er een raakvlak tussen het versnellingsprogramma en het programma Werklandschappen van de Toekomst? Groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen, dat bij het Nationaal Groeifonds wordt ingediend. Ik zag die vraag ook binnenkomen. Een hele goede vraag. Ja. Als ik dan begin met wat Guus ook zei, van ooit is dit in oktober 2019, een keer geëxcuseerd door Ferry Léger van BZK, van zijn verduurzame bedrijventerrein vergeten. Dat is opgepakt, er is nu een soort subsidie, we gaan met de verkenningsopdracht aan de slag. Het begint nu dat Groeifonds begint te kopen, we hebben de raakvlak mee, maar we houden wel de focus op naar energietransitie. En dit past er wel bij, dat is wel de volgende opgave. Maar als we alles nu zeggen, we gaan ook iets met de mobiliteit doen, en we gaan ook groene bedrijventerrein, groen-blauwe bedrijventerrein doen, dat ging te veel. Uitweiden, dus het past er wel in, maar dat is de volgende stap. Dus we kijken erop. Of jullie passen daarin, linksom of rechtsom? We zijn er wel mee in gesprek. Oké, dat helpt vast. Ja. En dat was meteen een linkje naar de volgende vraag eigenlijk. Want in jullie geval gaat het dan vooral over energie. Want wat ik zelf heb gemerkt bij een bedrijfspand waar ik ooit mee bezig was, is dat op het moment dat ik over energie begon te praten,
vonden zij dat er nog een keer geschilderd moest worden en dat de tuin opgeknapt moest worden, ja, om dat bedrijfspand heen. Is dat ook, vaak heb je wat smeergeld nodig, zullen we maar zeggen. Hoe zien jullie dat? We houden het wel bij de focus energietransitie en die is wel breder, dus daar past het andere wat je net wel benoemde wel bij. Dus niet het schilderen, maar wel alles wat met blauw-groene bedrijventerrein, maar het heeft wel iets met energietransitie, mobiliteit, dat soort zaken. Dat komt erbij. Op een gegeven moment moet je die daarbij concentreren en daar zo dat de organisatie op ingericht wordt. En dan kunnen die andere zaken op termijn wel bij opgepakt worden. Maar je moet eerst focus houden en succes behalen. Nou, het haakje is de energietransitie. Maar het is natuurlijk ook niet voor niks. Hè, dat in onze voortgangsoverleggen, dan hebben we BZK, EZK en INW. Ja. En die hebben we expres erbij betrokken. Want de verschillende opgaven die komen samen bij een ondernemer. Ja. Bij een bedrijf. Ja. En die komen samen op een bedrijfterrein. Ja. En dan kun je niet zeggen van, nou, ik kom hier alleen voor de energietransitie. Nee. En als dan toevallig die vraag niet speelt, dan is de deur weer dicht. Ja. En je wil vraaggestuurd kunnen werken in die zin dat je wil kunnen inspelen op hetgene wat daadwerkelijk speelt bij de bedrijven en bij de gemeente. Ja. En als dat toevallig is biodiversiteit of klimaatadaptatie, dan moet je daarmee aan de slag kunnen. Ja. En het liefst zoeken we ook die verbreding op. Maar het haakje is nu de energietransitie. Die is nu ook eigenlijk nog het meest concreet van allemaal. De business case is het meest uitgedokterd. Ja. Terugverdientijd is duidelijk, zeg maar. Het is een wat gemakkelijker verhaal naar ondernemers toe. Ja. Ja. En dan kwam er nog een vraag binnen over of de waterschappen ook betrokken zijn. Niet direct, maar wel indirect. Maar je ziet nu dat ze zich wel mengen in het geheel. Meneer, wat ik in het begin ook zei, van eerst hebben we partijen op de, zeg maar, waar we dachten, daar moeten we mee spreken. Dit is het. En uiteindelijk komt dat soort partijen er ook bij. Die ziet dat ze wel heel belangrijk aan het worden zijn. En ook een bepaalde positionering in gaan nemen. Maar dat zal denk ik advies zijn, neem die er ook meer bij mee. Ja, helder. En dan even, stel dat jullie zou moeten vragen van, nou, wat zou nou als je naar gemeentes kijkt. Ja. En de ambtenaren bij de gemeente die eigenlijk over die bedrijventerreinen gaan. Als jullie nou één belangrijke tip zouden moeten geven, ze hebben daar een bedrijventerrein met een slechte organisatiegraad. En waar moeten ze beginnen? Bij wat er speelt? Bij wat er speelt. Nee, dat is gemakkelijk. Ik sluit bij jou aan. Begin maar, Ruben. Oké. <Okay. laughs> Nee, in wezen bij wat er speelt. We hebben ook wel eens gesprekken gehad op een bedrijventerrein en daar was wateroverlast. Ja. En dan moet je niet aankomen zetten met, je moet toch eigenlijk ook gaan isoleren en zonnepanelen op een bedrijfstak gaan realiseren. Nee. Ga eerst die wateroverlast oplossen. Ben je overigens ook direct weer bezig met klimaatadaptatie. Dus dat is ook weer een mooi haakje. Ja. Maar, en pak vervolgens, als je dus aan tafel zit, ook de andere thema's op. Ja. Als in ieder geval een boodschap aan de gemeente zou ook zeker zijn, haak aan ook bij partijen die graag willen. Durf eigenlijk een beetje risico te lopen zonder hele harde resultaten te verplichten. Hè? Dus we willen aan het einde van het jaar een x-aantal panelen op het dak hebben liggen. Dat je op die resultaten gaat richten. Vaak de softe ontwikkelingen, de sociale ontwikkelingen als iemand langs de deuren gaat, die zijn al een heleboel waard. Ja. En zorg voor kruisbestuiving tussen de verschillende ambtenaren van medewerker economische zaken, van account management, van energietransitie. Bij de grote gemeentes hebben ze soms geen eens contact met elkaar, maar het komt allemaal samen op een bedrijfsterrein. Zorg ervoor dat zij gezamenlijk die intervisie gaan en gaat gesprek aan met bedrijven. En neem het ook voor de langere termijn op. Dus ga het niet voor denken van, we gaan even een projectje voor de komende 2-3 maanden opzetten met de gemeente, met de bedrijvenvereniging. Maar ga iets opstellen waar je allebei het gevoel hebt van, oké, hier gaan we de komende jaren mee bezig. Want anders dan, en dan ga je alle kanten op switchen en dan krijg je geen resultaat. Dus lange adem. Lange adem. Nee, dat is, dat is een hele belangrijke boodschap, denk ik, voor iedereen. Op het laatst. En ambtenaren zijn gewend om met lange termijnen te werken. Dus dat zou moeten kunnen passen. Heren, mag ik jullie ongelooflijk danken voor jullie bijdrage vanmiddag. Zoals we eerder al zeiden, dit wordt het jaar van de bedrijventerreinen. En onder andere met de start straks van het versnellingsprogramma, waar de heren nu het plan voor aan het maken zijn. En nogmaals, heel graag, zoals er al Ruben en Bert al zeiden, als je nog input hebt, lever het aan hen. Als je nog ideeën, vragen hebt, alsjeblieft, treed met ze in contact. Echt doen. Dankjewel. Ja. Dank jullie wel. Succes.
Goed, dan dat gezegd hebbende gaan wij door naar de volgende presentatie alweer. En die gaat over smart thermal grids en bedrijventerreinen en de combinatie daarop. En die gaat gegeven worden door Marta Deen en Thijs Scholten. En daar heb je ze. Welkom vanmiddag. Jullie zijn allebei niet live aanwezig. En je zag al dat met drie mensen voor dit scherm een anderhalve meter was een uitdaging. Heel erg veel bedankt dat jullie er zijn. En ik hoop zometeen dat jullie in jullie presentatie, dat jullie goed aandacht gaan geven aan eigenlijk de problemen die net al een beetje geschetst werden, waar jullie tegenaan zijn gelopen in jullie studies. Maar ik weet, ik heb de presentatie natuurlijk al gezien, dat dat zeker aan de orde gaat komen. En ik hoop dat jullie het publiek goed meegenemen. Aan het einde kom ik weer even terug. En dan, als jullie te lang erover doen, dan grijp ik ook in. Maar dan kunnen we misschien nog wat vragen uit het publiek beantwoorden. The floor is yours. Goedemiddag, welkom allemaal. Wij gaan het vandaag hebben over smart thermal grids en bedrijventerreinen. En dat gaat over een uitwisseling van thermische energie op bedrijventerreinen of tussen bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving. Dit is interessant omdat er op bedrijventerreinen heel veel verschillende temperaturen zijn, restwarmte, veel verschillende soorten warmtevraag. Daar willen we graag iets over meegeven. Dat doen we namens CE Delft. CE Delft is een onafhankelijk onderzoek en adviesbureau. En dat is schijnbaar al sinds 1978. Ik ben nog iets jonger, dus ik niet over niet. Thijs ook niet. Wij geven advies over energie, transport en grondstoffen. En dat doen we vanuit een economisch, technisch en een beleidsmatige expertise. We zijn daar aan het werk met 75 medewerkers en dat doen we not for profit. We hebben best een grote range aan klanten. Het zijn bedrijven, kunnen MKB's zijn, maar ook grote industrieën. We werken ook veel voor overheden, veel voor gemeenten, voor provincies, maar ook nationale overheid, dus ministeries. We werken ook voor NGO's. Ik ben Marta, ik werk in het team Duurzame Steden en Energie en Brandstoffen. Thijs werkt in het team Energie en Brandstof en wij werken allebei aan energievoorziening en het verduurzamen van de energievoorziening. En we hebben allebei ook aan projecten gewerkt, of werken daar nu aan, voor gemeenten, voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Nou, de outline van deze presentatie is op vier delen. De eerste twee punten zal ik bespreken, dat gaat over welke energie- en warmtestromen zien we nou op bedrijventerreinen? Dus waarom zijn bedrijventerreinen dan ook interessant voor uitwisseling van warmte en koude met smart thermal grids? Ga je ook uitleggen wat dan het verschil is tussen een smart thermal grid en een normaal warmtenet hoe dat relateert aan BKO's? Vervolgens gaat Thijs het tweede deel presenteren. Dat gaat over het potentieel van smart thermal grids. En wat dat betekent voor bedrijventerreinen. En daar halen we ook iets naar voren over een studie die we hebben gedaan voor de gemeente Utrecht. Nou, bedrijventerreinen die allereerst kunnen ze een flinke energievraag hebben. Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het bedrijventerrein. Hiernaast zie je een figuur uit Duurzame Bedrijventerrein voor Utrecht, een studie die we hebben gedaan. Dat is een flinke, bijvoorbeeld voor lage weiden zie je een flinke energievraag. En die energievraag van die bedrijventerreinen die zijn ook nog eens anders dan wat we zien in een gebouwde omgeving. De reden is dat er vinden andere processen plaats en het is ook nog eens op een andere tijden, dus het heeft ook een ander vraagprofiel. Dat er andere processen plaatsvinden, is er bijvoorbeeld procesgas, er wordt elektriciteit gebruikt, er is vraag naar ruimteverwarming, maar op andere temperaturen, er is vraag naar koeling. De warmtetransitie, waar jullie wellicht bekend zijn, die richt zich met name op woningen en op de gebouwde omgeving. En als je eenzelfde warmtetransitievisie zou willen maken voor bedrijventerreinen, zou dat er anders uitzien. En de reden is door die variëteit die we zien aan die energievraag van die bedrijventerreinen. Maar het is niet alleen de energievraag, er is ook nog een
energieaanbod wat kan helpen in die warmtetransitie. En juist daarom biedt eigenlijk een smart thermal grid een mooie oplossing, waar ik zo ver op inga. En die verduurzaming van die bedrijventerreinen, dat vraagt dus om een toegespitste aanpak en oplossingen. Anders dan wat we zien in de gebouwde omgeving. Nou, wat zien we op bedrijventerreinen? Je hebt restwarmte in soorten en maten. Je hebt hoge temperatuur restwarmte. Vaak zie je dat bij grote industrie. En in reguliere warmtenetten is die restwarmte ook een bron voor die grote industrie. Maar daarnaast zien we ook veel midden- of lage temperatuur. En dat is dan bij een tal van bedrijven. Dan kun je denken aan koelinstallaties bij datacenters of supermarkten en koel- en vrieshuizen. Maar ook aan warmteprocessen, dus bijvoorbeeld bij wasserijen, industriële bakkerijen of diervoederbedrijven. Maar je hebt ook restkoude. Dus bijvoorbeeld bij het opwarmen van gebouwen met een warmtepomp vindt het omgekeerde proces plaats. Dus in plaats van warmte komt daar koude vrij. En een ander voorbeeld zijn de gasexpansieprocessen. Dus dat is bijvoorbeeld bij gasontvangststations. En die restkoude en die restwarmte die kan ingezet worden. Dus dat is een aanbod, dat is een bron van energie voor het verwarmen en het koelen. Met of zonder een warmtepomp van goed geïsoleerde en of gebouwen en of processen. En goed geïsoleerde staat tussen haakjes, omdat het afhankelijk is van de begintemperatuur wat je kunt verwarmen. Dus als je hoge temperatuur warmte levert, dan kan ook een slecht geïsoleerd gebouw daarmee verwarmd worden. Maar bij lage temperatuur warmte heb je dan een goed geïsoleerd gebouw. En wat we vaak zien is dat de vraag naar warmte tijdsgebonden is. Dus het kan best zijn dat je bijvoorbeeld in de winter heb je natuurlijk meer warmte nodig dan in de zomer. Maar dat kan ook over een periode van een week gaan. De vraag naar temperatuur en dat verschil in de tijd, daar bieden WKO's of bufferfaten een oplossing voor. Dus je kunt dan warmte opslaan of koude opslaan in de bodem en die vraag en aanbod in de tijd met elkaar koppelen. Nou, wat is dan hoe werkt zo'n smart thermal grid dan en hoe is dat, waarom is dat nuttig voor een bedrijventerrein? Nou, een smart thermal grid, anders dan een regulier warmtenet of een warmte-koude net in combinatie met een WKO-systeem. In principe wordt er bij een smart thermal grid uitgegaan van zo weinig mogelijk conversieverliezen en zo klein mogelijke afstand. Dus zowel in de tijd als in de afstand worden consumenten, dus afnemers en aanbieders, worden aan elkaar gekoppeld. Dus dan noemen we ze ook prosumers, want je bent zowel producent als consument. De beste manier, er zit een bepaalde cascadering in, dus de beste manier is om te beginnen bij in een gebouw. Dus als gebouwen naast elkaar geplaatst zijn, dat je warmte met elkaar kunt uitleveren als de een een vraag heeft naar warmte en de ander een aanbod. En zo gelijk zo voor koude. Maar als ze iets meer verspreid zijn, dan kun je ook werken met clusters. En dan zul je net aan moeten leggen tussen twee clusters bijvoorbeeld. Waarbij ene cluster, dus stel een bedrijventerrein met een fabriek, die levert restwarmte op een bepaalde temperatuur en dat gebeurt op een bepaald tijdstip. Dat kan dan leveren aan een cluster daarnaast, wat misschien zelfs een gebouwde omgeving kan zijn, die een warmtevraag heeft op datzelfde tijdstip. Stel, ze hebben niet een aanbod en vraag op het juiste moment aan elkaar gelinkt, dan kun je dat ook opslaan en kun je de warmte en de koude opslaan in een WKO. Op een later tijdstip aanspraak maken op die warmte of op die koude. Nou, doordat je het zo slim mogelijk inricht qua het koppelen van die vraag en die aanbod, heb je minder verliezen en dat is een interessante kijk op zo'n warmtenet en een WKO-systeem. Nou, er is niet alleen, ik noemde net al dat er verschillende temperatuurniveaus zijn, dus het liefst zou je ook nog een bepaalde cascadering daarin aanbrengen,
Dus dat je warmte levert op een hoge temperatuur aan een afnemer die hoge temperatuur warmte nodig heeft. En vervolgens de restwarmte daarvan weer kunt leveren aan een volgende afnemer die een lagere temperatuur vraag heeft. En op die manier win je ook in in de energiebesparing. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. Dus zo is er Mijnwater in Heerlen. Dat is best een groot project. Dat is het linkerplaatje wat je hier ziet. En in mindere mate, dus het is kleiner, heb je gebiedsweken al in TU Eindhoven en bijvoorbeeld de Uithof in Utrecht. Nu geef ik Thijs het woord. Ja, dankjewel, Marta. Ik wil jullie graag wat vertellen over de zoeklocaties voor smart thermal grids. Het is dat hebben we onderzocht in een studie voor TU Urban Energy. Gekeken hebben van waar kun je nou die smart thermal grids toepassen? Nou, zoals Marta al aangaf, zijn er eigenlijk een aantal zaken die je nodig hebt. Hè. Je hebt warmtebronnen nodig, je hebt gebouwen nodig die daar goede variatie in is, zeg maar. Of processen waarin je goed verschillende temperatuurniveaus restwarmte hebt of restkoude. En ook vragen op verschillende temperatuurniveaus, zodat je mooi kunt uitwisselen. En je hebt de behoefte nodig om te kunnen bufferen eigenlijk. Dus die tijdsverschillen op te lossen. De goedkoopste oplossing daarvoor zijn WKO's. Hiernaast zien jullie de WKO-potentiekaart voor Nederland. Dan zie je eigenlijk dat op heel veel plekken in Nederland WKO mogelijk is. Niet overal. Wij hebben in deze globale analyse gekeken van wat zijn nou geschikte locaties. En hebben aangenomen dat hebben een aantal aannames gedaan. En eentje is bijvoorbeeld dat we gezegd hebben van de gebieden waar geen WKO kan, dan zou je ook met bodembuffervaten kunnen werken. Dus eigenlijk is heel veel gebieden in Nederland is de potentie om dit soort bufferingen op grote schaal mogelijk te maken in de ondergrond. We hebben gekeken naar wat zijn nou potentiële bronnen. Dan kun je denken aan, eigenlijk hebben we gekeken naar alle lage en middentemperatuur warmtebronnen. Die hoge temperatuurbronnen die zien we echt als voor de hoge temperatuur warmtenetten zou je ook kunnen gebruiken. Die hebben we even in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Je hebt heel veel lage temperatuur, hoge temperatuur, middentemperatuur warmtebronnen, maar ook heel veel bedrijven, G-label woningen bijvoorbeeld, die ook restwarmte hebben. Nou, we hebben daar een analyse van gemaakt van supermarkten, datacenters, koel- en slachthuizen. De verschillende partijen zeg maar, die mogelijke restwarmte of restkoude hebben. En gekeken naar bijvoorbeeld ook bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen met een wat hogere milieucategorie. Daar zit wel diversiteit aan verschillende bedrijven. Dat is ook te verwachten dat je daar wel reststromen hebt in thermische energie die je zou kunnen gebruiken in zo'n smart thermal grid. Vervolgens is het ook belangrijk voor warmtenetten eigenlijk om in een dicht bebouwd gebied te zitten. Dat zijn de gunstige plekken zeg maar, voor warmtenetten. En je wil een korte transportafstand hebben ten opzichte van bronnen en het uitwisselen. Omdat het betreft eigenlijk lage temperatuur warmte. En dan wil je niet over grote afstand transporteren. Nou, met die globale analyse waarin we allerlei aannames hebben gedaan. Om echt eens gewoon te kijken van welke gebieden zouden potentieel hiervoor in aanmerking komen. Is dit kaartje voortgekomen. We hebben bovengrens en ondergrens. Die hebben iets andere aannames. De blauwe vakjes zijn zeg maar buurten in de ondergrensanalyse. We hebben gezegd van dat zijn gebieden waar je zou kunnen kijken naar zo'n smart thermal grid. En dat zijn dan gebieden waar, Marta heeft vragen om de knop te drukken, waar je gevarieerde vragen en aanbod hebt van weken op, gevarieerd vraag en aanbod, opslagpotentieel, dus waar al die dingen een beetje samenkomen. Dus waar je naar zou kunnen kijken van, speelt zo'n smart thermal grid dan een rol? En dan kom je op iets van 20 tot 30% van de buurt in Nederland die potentieel geschikt zouden kunnen zijn voor de smart thermal grid, dus waar je zou kunnen kijken. We hebben in deze analyse, zoals ik al zei, een aantal aannames gedaan, onder andere dat je wat warmte bespaart de komende jaren door isolatie en efficiëntieverbeteringen. Als je dit
allemaal zeg maar zou veronderstellen dat hier die smart thermogrids zouden komen. Dan zouden die smart thermogrids dus eigenlijk 145 petajoule van de gebouwde omgeving kunnen beleveren. In totaal spreken we dan over in Nederland 375 petajoule warmte, als je ook die besparing meerekent. Dus je kunt er eigenlijk een groot deel zou je kunnen invullen. Hè? Als je in deze gebieden gaat zoeken en overal die smart thermogrids zou invullen. Ik vind het wel leuk, omdat we het nou over bedrijventerrein hebben, om ook even wat verder in te zoomen op een bedrijventerrein. Marta die had het net al over lage weiden. Wat we hier zien is ook Utrecht. Dat roze vlakje is lage weiden. En daaromheen zie je allerlei zoekgebieden eigenlijk voor smart thermogrids. Lage weiden hebben wij recent in een studie voor de gemeente Utrecht onderzocht. We hebben eigenlijk alle bedrijventerreinen gekeken naar potentieel voor verduurzaming. We hebben die bedrijventerreinen onder de loep genomen. We hebben niet gekeken naar smart thermogrids, maar we weten nou dus wel dat bijvoorbeeld in lage weiden een grote energievraag is. Echt, heel veel groter eigenlijk dan in een woonwijk. Dat je heel erg gemengd bedrijventerrein hebt. Dus enerzijds industrie, anderzijds utiliteiten en allerlei verschillende sectoren waarbij je ook wel kunt verwachten dat de een heeft procesgas, de ander heeft een hoge en een lage temperatuur, waar je dus restwarmte beschikbaar hebt. Anderzijds zie je ook op dit kaartje, hebben we ook in beeld gebracht, maar wat zijn nou potentiële warmtebronnen? Nou, je hebt aquathermie, dat is een lage temperatuur warmtebron, die is beschikbaar in dat gebied. Er zijn WKO's en dat is ook potentieel om WKO te realiseren. Er zijn hoge temperatuur restwarmtebronnen en nog een aantal lage temperatuur restwarmtebronnen. En om dat gebied heen zitten ook veel woningen, woongebieden. Dus je hebt heel veel mogelijkheden om hier dus eigenlijk het gevarieerde woon-werkgebied, gevarieerd temperatuurniveaus, om te kijken of je dit soort uitwisseling zou kunnen realiseren. Misschien smart thermogrids, die kun je niet alleen in bedrijventerreinen realiseren of daaromheen, maar ook in gevarieerde gebieden eigenlijk waar heel veel utiliteit zit of toch nog een warmtebron, woningen met verschillende energieniveaus. Maar het leuke is denk ik om te zien dat niet alleen echt industrie en hoge temperatuur warmtebronnen of restwarmte op industrieterreinen potentieel bieden voor eigenlijk restwarmtelevering en slim omgaan met onze warmtevoorziening, maar dat ook bij heel veel gewone bedrijventerreinen potentieel ligt om op een slimme manier met warmte om te gaan en ook in die warmtetransitie dan een rol te spelen. Dat is wat wij jullie vandaag mee wilden geven. We bedanken jullie voor de aandacht. Dank jullie wel voor de tijd. Zeg. We hebben zelfs nog tijd voor een vraag. Dus dat is helemaal leuk. Als het goed is, beginnen we elkaar langzaam weer te zien zometeen. Ik heb nog wel een vraag voor jullie en die kwam uit het publiek. En dat gaat over de netten waar jullie het nu eigenlijk over hebben. Wat voor netten zijn dat? Je hebt het over smart thermal grids, maar is dat hetzelfde wat jullie betreft als eigenlijk het mijnwaterconcept of vijfde generatie warmtenetten? Hebben we het dan over hetzelfde? Ja, we hebben het inderdaad over het mijnwaterconcept. Dat is ook de kern eigenlijk geweest van de studie. En als je het in een bredere vorm bekijkt, dan heb je het eigenlijk, dat noemen we dat een smart thermogrid. En mijnwater is denk ik een heel goed voorbeeld in Nederland dat ver gevorderd is en ook echt gebruik maakt van die buffering in de ondergrond. En slimme uitwisseling. Heel goed. En jullie studie lijkt redelijk wat meer hoog over, zeg maar, echt een potentieel van zo'n bedrijventerrein in kaart te brengen. Als je dan kijkt naar daadwerkelijke implementatie en wat daarvoor nodig zou zijn. Mij bekruipt en ook mensen in het publiek heel snel het gevoel dat de volgtijdelijkheid om bedrijven aan te kunnen sluiten. Je zegt, dit bedrijf heeft energie over, heeft het nodig. Maar die heeft nu eenmaal bestaande installaties. Hebben jullie gekeken ook naar de haalbaarheid en de termijnen waarop je dat zou kunnen ontwikkelen en wat daarvoor nodig zou zijn? Hebben jullie daar aanbevelingen voor gedaan, bijvoorbeeld aan die gemeenten om dat te organiseren? We hebben een routekaart opgesteld.
voor de gemeente Utrecht. En we zijn met meer van dat soort projecten bezig. Maar dat is dan eigenlijk meer de routekaart om zo'n proces in gang te zetten. Want inderdaad, wat je zegt, het is complex, ook aan de ene kant. En dan moet je gewoon met alle partijen, en dat zijn dan diverse partijen, moet je om tafel gaan zitten om zo'n proces in te gaan. Heel goed, dat was wat ik even wilde horen inderdaad. Want we hebben heel veel nog nodig, en daarom ook deze webinarreeks, om iedereen aan de gang te zetten en te inspireren met wat er allemaal mogelijk is. Nogmaals, heel veel dank dat jullie dit wilden doen. En hopelijk dat jullie de rest van de middag nog even erbij blijven, nog even meekijken. En graag tot een volgende keer. Dank jullie wel. Beste mensen, dan gaan wij nu door naar de pitches. En zometeen gaat als eerste pitchen Kuipers EcoPartners. En het idee van deze pitches is dus dat we eigenlijk achter elkaar vier korte verhalen krijgen van een minuut of 5 à 6, 7. Waarin deze pitchers aangeven waar zij op dit moment mee bezig zijn en wat voor oplossingen of diensten ze hebben of in welk gebied ze bezig zijn. En vervolgens hebben wij een korte pauze en kunnen jullie wisselen. En kunnen jullie in die linkerzijbalk van het scherm kun je naar de sessies toe. En even tussendoor koffie halen, dat was ook wel belangrijk. Dat doen we dus na die pitches. En dan gaan we dus aan de slag en gaan wij met iedereen, zeg maar, kun je dan kiezen zelf in welk van deze pitchers je het verdiepende verhaal wil horen. Waarna we weer centraal bij elkaar komen. En dan gaan we dus nu door met Kuipers EcoPartners. Kijk, en daar is hij, Mark. Welkom. Oké, hoi. Een hele goede middag allemaal. Mark Welle, commercieel manager, werkzaam bij Kuipers EcoPartners. Ik zou even gaan nog de stopwoord starten, anders dan gaat dat mis. Ja, de floor is yours. Ja, we gaan door. Hij gaat goed. EcoPartners is de one-stop duurzaamheid shop. Wat wij eigenlijk doen is de plannen zoals Marta die net presenteerde, die pakken wij graag op om die ook echt naar uitvoering toe te brengen. Dus dat is onze core business, het realiseren, onderhouden en exporteren van duurzame energiesystemen. En het leek mij leuk om jullie vandaag mee te nemen in een aantal projecten die wij hebben lopen of al uitgevoerd hebben. En ik zie dat er wel iets vertraging in zit. Ja, daar gaan we weer. Ik neem jullie graag mee op reis. Wat we in ieder geval, waar ik even op wil inzoomen, is een project dat wij gedaan hebben met de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus. Mooi project, we hebben in 2016 al uitgevoerd, waar warmte en koude met elkaar uitgewisseld wordt. Een mooi voorbeeld waarin ik kan laten zien van kijk, het kan echt die warmte en koude uitwisselen, ondanks dat daar nog best wel wat, zoals hier net ook genoemd werden, wat haken en ogen aan zitten. Ik neem jullie ook graag mee met de bouw die we op het moment aan het doen zijn voor het Tegooi ziekenhuis in Hilversum. Hier maken we 3 energiecentrales waar 6 gebouwen op aangesloten zitten. Dus ook daar zit een mooi stukje energieuitwisseling in. En we hebben daar een gave oplossing om sneller te bouwen en de bouwtijd fors te verkorten op locatie. Bedrijfterrein in Zaltbommel, daar zijn we op dit moment met een energiestudie bezig voor Hitachi. Die hebben daar ook wat warmte over. We zijn aan het kijken waar we dat kwijt kunnen. En als het me lukt binnen 20 minuten, dan neem ik jullie ook nog mee naar het Reinier de Graaf ziekenhuis, waar we een uitkoppeling gaan realiseren om een wijk of 350 appartementen van warmte te gaan voorzien. We hebben het net gehad over bedrijventerreinen. Wat je vaak ziet is dat je energie over hebt. Het gaat met name over waar kun je dat dan nuttig en goed inzetten. En wat ik net al zei, wij merken in de energietransitie dat we met steeds meer partijen tegelijk op de bouw aanwezig moeten zijn. Dat de bouwtijd sneller moet. Ik kan me ook als een bedrijf heel goed voorstellen dat je denkt, dan moet ik heel mijn opwekkingsinstallatie aanpassen. En mijn proces kan toch niet zo lang stil liggen. Daar hebben wij een modulaire energiecentrale, in dit geval voor warmte-koude opslag, voor ontwikkeld. Ideaal, want we maken eigenlijk 90% van deze installatie extern, dus in een bedrijfshal. We testen hem, we kijken dat alles werkt en functioneert zoals dat moet. De installatie gaat op de vrachtwagen en binnen een dag leveren we de units en met een week sluiten we de warmte en koude aan. En kan iedereen weer gebruik maken van duurzame warmte.
Dus ook hier zijn we druk bezig om de juiste stappen te zetten om de energietransitie zo efficiënt mogelijk te maken. Vertel ik ook graag meer over dadelijk. Dus ben je nou nieuwsgierig naar inspiratieprojecten en voorbeeldprojecten waar we in ieder geval met energieuitwisseling bezig zijn? Sluit dan vooral aan en dan neem ik jullie graag mee in dat verhaal. Tot zover. Kijk, dat was een hele snelle presentatie. Super gedaan, Mark. Keurig binnen de tijd. Nou, dat is geweldig. Ik heb Kuipers net leren kennen als een hele professionele partner die echt al best wel gave projecten heeft gedaan. Dus ik nodig ook iedereen van harte uit om zo meteen naar jullie breakout te komen. Wat ik mij bij Kuipers eigenlijk altijd zie, bijvoorbeeld dat project in Amsterdam bij de Hermitage, is natuurlijk een van jullie gaafste projecten, of in ieder geval meest in het oog, of meest aansprekende projecten, meest in het oog springend, zo was het. Wat was daar nou, als jij één ding zou moeten noemen, wat was de grootste uitdaging van dat project? Ja, de grootste uitdaging is toch het opstellen van het samenwerkingscontract. Het feit dat je warmte over hebt is één, maar dan er met elkaar contractueel uitkomen dat je die warmte ook kan uitleveren en daar de juiste afspraken over kan maken, dat zit vaak de uitdaging. Ik zeg altijd, technisch kan het, maar we moeten er ook met een goede business case en met de juiste samenwerkingsvoorwaarden met elkaar uitkomen. Precies, maar dat is precies. Ja, exact. Want dat is precies inderdaad waar we heel veel op lopen. En dat is ook de eerste studie over die studies net die CE Delft liet zien. Die zeiden ja, technisch en qua potentieel en qua warmteaanbod en vraag is, lijkt er wel wat te moeten kunnen. Maar dan, hè, dan komt het echt te werk. En wat natuurlijk denk ik voor de deelnemers vandaag aan de webinar een hele interessante is om bij jou dan vooral ook jou daarop uit te horen van hoe krijg je dat dan voor elkaar? Wat is daar nou voor nodig om echt tot die business case te komen? En die technieken dan ook voor elkaar te gaan krijgen. Ja, prima. Ik ga de chatbox goed in de gaten houden. Kom maar op met die vragen. helemaal goed. Nou, heel fijn. Dankjewel. Dan gaan wij zometeen door naar de volgende pitcher. En dat is Arjen de Jong. En Arjen de Jong is van Blueterra. En ik heb hem leren kennen en onlangs ook kennis gemaakt. En ook de kennis die bij Blueterra zit is fenomenaal. En ook op dit vlak denk ik heel erg nuttig en waardevol. Arjen de Jong, wat mij betreft, the floor is yours. Dank voor de eervolle aankondiging. Voor wie ons niet kent, wij zijn een adviesbureau voor het Nederlands bedrijfsleven. Wij komen dus ook veel op bezoek bij bedrijven en van daaruit hebben wij ervaringen opgebouwd. Ik druk op mijn knopje om de volgende slide te zien. Mijn pitch gaat over het delen van warmte en koude. En dat is nog best wel eens lastig. Dat heb ik nu al een beetje teruggehoord. De aandacht voor bedrijfsterrein is natuurlijk niet nieuw, maar wij zien wel dat er eigenlijk een hernieuwd elan is. Hè? En dan trek ik even de vergelijking met het delen van elektrische auto's. Dat was 10 jaar geleden ook niet zo gemakkelijk. En inmiddels is dat vrij algemeen geaccepteerd. Natuurlijk nog niet op bedrijventerreinen, maar de vergelijking met het delen van een auto gaat best wel op met het delen van bijvoorbeeld een gezamenlijke bron van warmte of een gezamenlijke bron van koude. Je hebt natuurlijk te maken met een hoop partijen en hoe gaan die met elkaar om en wat zijn hun wensen en eisen? Nou, wij komen dus veel bij die bedrijven langs, dus wij zien ook wat daar gebeurt. Een ondernemer is inderdaad, zoals ik al eerder hoorde, niet zo heel erg bezig met energie vaak. Die zijn bezig met hun core business. Maar wat je ziet is dat bedrijven dus heel divers zijn en heel verschillend in hun energievraag kunnen zitten. Nou, ik heb hier een aantal voorbeelden genoemd. Daar ga ik in mijn breakout ook nog iets verder op in. Van bedrijven die ofwel koude vraag hebben of een overschot mogelijk, of een warmtevraag hebben of een warmteoverschot. Nou, wat is dan van belang voor een bedrijventerrein? Ik heb het even teruggebracht naar drie kernvragen.
waarmee je kunt bepalen of die samenwerking op het gebied van warmte en koeling interessant is. Nou, het is duidelijk, denk ik, dat een bedrijventerrein waar maar één type bedrijf op is gevestigd, dat niet direct een logische plek is om te starten met het uitwisselen van warmte en koude. Dus je hebt diversiteit nodig. Nou, die is er op de meeste bedrijventerreinen ook wel. Er is niet heel veel diversiteit nodig. Er kan gewoon één vreemde eend in de bijt zijn die wellicht het hele bedrijventerrein van energie kan voorzien. Die voorbeelden zien we ook en die ga ik ook toelichten. Maar tweede vraag is vooral, is er een toekomstbestendig overschot aan warmte of koude? Er werd vroeger wel eens gezegd dat als een bedrijf warmte over had op een 90 graden niveau, dat werd bij ons intern gezegd, dan was dat bedrijf eigenlijk niet goed bezig met zijn energievoorziening. Nou, dat beeld ligt wat genuanceerder dan dat, maar de vraag is zeker wel relevant om te stellen, van wanneer heb je nou eigenlijk echt een overschot aan warmte of koude? Nou, ik ga in mijn pitch, in mijn breakout ga ik uitleggen waarom wij denken dat er soms een overschot is aan warmte en soms een overschot aan koude en soms ook niet. Dat is een hele belangrijke voorwaarde, want als je niks te delen hebt, dan gaat het ook niet verder. En daarna komt natuurlijk vraag nummer 3. Zijn die bedrijven bereid om gezamenlijk op te trekken? Je zult natuurlijk een hele inspanning moeten leveren om alles op te lijnen, om belangen naast elkaar te leggen. Dus dat is een opgave waar wij mee bezig zijn. Nou, ik wil in de breakout onze ervaring delen. Wij zien dat samenwerken toch wel vaak interessant is. Je kunt verschillende voordelen pakken. Die heb ik hier op de sheet gezet. En dat wil ik eigenlijk gaan laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Waarbij ik laat zien van ja, op deze terreinen zitten deze type gemengde bedrijven. Dat levert deze vorm van samenwerking op. Ik ga ook laten zien wat het betekent in termen van de gezamenlijke planvorming. En ook die verschillende typologieën. Want ik zag al de vijfde generatie warmte- en koude netten voorbij komen. Wij hebben daar ook affiniteit mee. Maar we zien ook dat er een heleboel verschillende soorten van dat soort uitwisselingsprojecten kunnen bestaan. Dat hangt dus af van die bedrijfskarakteristieken. De meest passende infrastructuur. En natuurlijk van ja, hebben bedrijven er trek in of niet. Dus wat kunt u bij mij straks verwachten in de breakout sessie? Nou, in ieder geval een aantal aansprekende voorbeeldprojecten. Waarbij we echt een verdiepingsslag geven op waar de bedrijven zich mee bezighouden. En waar die restwarmte dan ontstaat. Ik ga proberen dus ook een beetje eruit te halen waarom sommige projecten kansrijk zijn. Maar ik ga toch ook een aantal projecten, niet te veel natuurlijk, maar ga ik uitleggen waarom het ook niet lukt. Dus bent u daarin geïnteresseerd, haak dan vooral aan. Helemaal goed. Dankjewel Arjen. Dit is een keurig binnen de tijd ook weer. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Zometeen dus naar Arjens verhaal om de verdieping te horen. En we willen natuurlijk alleen maar horen wat er wel lukt, hè? Arjen, dat weet je. Ja, maar we willen natuurlijk ook leren van dingen die niet lukken. Dus dat is ook zeker, om daarna weer projecten wel te laten slagen. Dan is het goed. Ja, precies. Ja. Heel goed. Dankjewel. Goed, dan gaan we nu door naar onze volgende spreker. En dat is Edwin Dalenoord. En Edwin Dalenoord die is directeur van het warmtebedrijf in Amersfoort. Maar wat hij niet weet, dat ik wel weet, is dat hij bij IPKW ook actief is geweest. En dat is in Arnhem, een groot bedrijfterrein. En daar is hij als duurzaamheidsmanager ook een periode actief geweest. Dus hij weet alles van aan de ene kant bedrijventerreinen. En nu in een warmtebedrijf, waar hij eigenlijk vooral bezig is met buurten en woonwijken verduurzamen. Maar dat begint vaak op een industrieterrein. Aan jou Edwin het woord om uit te leggen hoe dat precies zit en waarom mensen naar jouw breakout moeten gaan komen. Wat ik graag jullie wil meenemen is, ik begin even met een plaatje waarom ik mijn bed uit kon. Dit is eigenlijk de temperatuurverandering in Nederland, eigenlijk sinds de industriële revolutie. Ik ben ooit als meteoroloog afgestudeerd, gegrepen door klimaatverandering. Jongens, wat kunnen we er nou aan doen? Hoe kunnen we dat nou tegengaan?
Dus we hebben een initiatief over begonnen in Amersfoort om een slim groen warmtenet aan te gaan leggen. Dus eigenlijk een warmtenet, een nieuw net, gevoed door een mix van allerlei duurzame bronnen. He, dus er zijn er restwarmte, biowarmte, aardwarmte of zonnethermie. Eigenlijk alles wat beschikbaar is. He, het maakt niet uit hoe het verwarmd wordt, maar al die energie uit de stad gaan oogsten, in het net stoppen, zodat je daarmee je gebouwen kan gaan verwarmen. Wil ik laten zien hoe bedrijven de start kunnen zijn voor de verduurzaming van de stad. Bedrijventerreinen, tenminste dat zien we in Amersfoort, die zijn aan het transformeren. Gebouwen wisselen van eigenaar, maar ook gemeentelijke plannen. Het zijn terreinen die een gedeelde functie gaan vervullen. Dus zowel wonen als werken. Daarnaast zie je allerlei trends in de samenleving dat mensen toe willen naar goed en gezond wonen en leven. En ik wil vertellen hoe wij in Amersfoort dat hebben aangepakt en hoe we eigenlijk vanaf de bedrijventerreinen zijn begonnen om de stad te verduurzamen. Nou, dit is een voorbeeldje van een van de installaties die wij ontwikkelen. Dit is op een bedrijventerrein De Hoef. Dat ligt in de oksel van de A1 A28. Wat je hier ziet is een plaatje van allemaal gebouwen met een lijntje, dat is het warmtenet. En eigenlijk heb je aan de rechterkant het cirkeltje, dat is De Hoef. Dat is eigenlijk het bedrijventerrein. En aan het kleinere cirkeltje, dat is nu een gebied waar ook woningen moeten komen. En eigenlijk doordat we kunnen starten met de bedrijven, waar we onze eerste installatie opzetten, kunnen we nu ook de woningen van warmte gaan voorzien. He, dus je gaat echt die systemen koppelen, waarbij je ziet het cirkeltje van de bedrijventerrein is groter, waardoor de woningen kunnen aanhaken, eigenlijk meeliften op deze ontwikkeling. En als je één keer begonnen bent, dan rolt dat ook zo door. Volgt eigenlijk de ontwikkeling van zo'n warmtenet de vraag. Dus we zijn nu bezig met een woonwijk van 2200 woningen. Doen we samen met de gemeente. Dat is eigenlijk mogelijk gemaakt doordat we zijn gestart op het bedrijventerrein. Nou, wat ik wil gaan vertellen in mijn sessie is van hoe start je nou een lokaal warmtebedrijf? Eigenlijk, hoe kom je nou van een idee naar een financierbaar plan? Hoe kom je nou van plan naar realisatie? Dat we met elkaar moeten pionieren. Er is veel onderzoek gedaan. Er zijn veel technieken die eigenlijk kunnen. Maar het is altijd belangrijk, wie maakt nou de eerste stap? Wie gaat nou dat eerste stukje risico pakken? Maar ook, hoe ga je nou elkaar vinden? Ja, dat zie je vooral, het warmtenet is een collectieve oplossing. Dus je hebt elkaar nodig. Je hebt alle gebouweigenaren nodig om uiteindelijk die oplossing te realiseren. Een beetje gejat van Loesje. We zeggen altijd, je moet ergens beginnen, want dat deed de oerknal ook. Nou, wij willen vertellen hoe wij zijn begonnen en hoe eigenlijk bedrijventerreinen daar een cruciale rol in hebben. Dus ik zou zeggen, komt alle kijken. Nou, dankjewel. Dankjewel voor jouw pitch. Dat was hij was iets korter dan ik had verwacht, maar dus moest even rennen. Goed. Even super. Er kwam net ook een vraag binnen en die is misschien wel interessant. Dat werd net ook al gezegd. Als het dan technisch gezien eigenlijk mogelijk is en de potentie van die warmte die is er in zo'n bedrijf bijvoorbeeld, in een proces van een bedrijf. Ja. Hoe zorg je er dan voor? Want ja, de termijnen, voordat je dat net hebt aangelegd en dan moet je al die bronnen ontwikkelen. Wat is jouw visie op hoe je die bedrijven dan al in een vroeg stadium toch aanhaakt en intentieverklaringen laat ondertekenen, zodat je ook met financiers verder aan de slag kunt bijvoorbeeld? Ja, wat wij doen altijd is eigenlijk een clustering. Clustering van vraag of clustering van afzet. En dan kan je klein beginnen. Dus eventueel met een tijdelijke warmteinstallatie. He, of als een tijdelijke koppeling is tussen een producent van warmte of iemand met restwarmte en een afnemer, dan kan je dat stuk alvast ontwikkelen en daarna de volgende stap maken. Dus daar heb ik ook een voorbeeld van in de presentatie. Helemaal goed. Ja, want dat is inderdaad een van die vragen die voortdurend opkomt. Technisch kan het allemaal wel en er is warmte over en er is warmtevraag of er is kou over, een koude vraag bijvoorbeeld. Maar wat je heel veel ziet is dat het dan net niet aan de gang komt. Of dat die een paar kleintjes net niet groot genoeg zijn om iets te gaan ontwikkelen. En dan heb je dus dat, wat iedereen weet is de term volloop. Dat is een van die mooie termen uit de warmtenettenwereld. Hè. Hoe organiseren we dat nou? En hoe zorgen we dat die eerste toch relatief grote investering dan gedekt wordt? En hebben we dan voldoende vertrouwen om het latere traject ook in te gaan? En daar zit natuurlijk ook bij jullie de grote uitdaging.
Ja, heel goed. Nou, dankjewel. Dan gaan wij ook door naar de volgende en laatste. En dat is een nieuw concept wat eigenlijk de wereld van koeling op zijn kop gaat zetten, mogen we wel zeggen. Toch, Arthur? Absoluut, zeker weten. Dit is Arthur van der Lee en hij gaat jullie meenemen in... hij is van Dutch Climate Systems en hij gaat jullie meenemen in het verhaal van de Ice Cube en het systeem van de Ice Cube. En nou ja, Arthur, blow us away en zorg ervoor dat iedereen naar jouw breakout komt luisteren. Oké. Nee, mooi. Mijn naam is Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems en we hebben een nieuwe airconditioner ontwikkeld. En de heer Dalenbout had het net al over klimaatverandering en dat wij daar wat tegen, Dalen-Noord, neem ik aan, dat we daar wat tegen moeten doen. En wat veel mensen niet weten is dat airconditioning de nummer één oorzaak is van klimaatverandering. En dat komt door twee dingen, namelijk het energieverbruik. Airco's verbruiken ongelooflijk veel energie. Hè, dus wereldwijd al 10%. En nou goed, Nederland is traditioneel geen airco-land, maar de bedrijventerreinen hangen nu allemaal vol met nieuwe airco's. Dus dat energieverbruik gaat ook in Nederland een belangrijke rol spelen. En het tweede punt zijn die superbroeikasgassen die in de airco's zitten, die duizenden keren schadelijker zijn dan CO2. Dus het wetenschapscollectief Drawdown heeft al berekend dat die superbroeikasgassen in airco's de allerbelangrijkste en allergrootste maatregel is die we kunnen nemen tegen klimaatverandering. En dat geldt dus ook in Nederland, want die gassen ontsnappen altijd. Daar hebben wij een oplossing bedacht en dat is de Ice Cube. En de Ice Cube maakt wij gebruik van de verdamping van water voor koeling. Verdamping van water is een super efficiënte manier om koude te creëren. Een kuub water. Voor een woning in Nederland heb je aan 1 à 2 kuub water per jaar genoeg. Super efficiënt dus. Wij doen dat in een wisselaar. In een lucht-luchtwisselaar. Zodat je wel de koude uithaalt, maar niet het vocht in de ruimte brengt. Nou, en dan doen we dat nog een stapje slimmer door douwpuntkoeling te gebruiken. Maar dan wordt het iets te technisch. Maar het betekent dat we nog weer een stapje dieper kunnen koelen. Nou, en die Ice Cube is een plafondunit, die je boven het plafond van een individuele ruimte hangt, om die individuele ruimte te conditioneren. En die zorgt dus, door gebruik te maken van die verdamping van water, voor 80% energiebesparing op de koeling en water als milieuvriendelijk koude middel. Het mooie is dat het is een wisselaar, dus wij verzorgt niet alleen de koeling, maar ook de ventilatie met hetzelfde apparaat. Dus twee apparaten in één. Nou, dan hebben wij die Ice Cube helemaal uit gerecycled kunststof gemaakt. Lichtgewicht, betrouwbaar, stabiel. Je hebt sowieso minder onderhoud, omdat je al dat koude middel niet hebt en die compressor niet hebt. Dus ook het product heeft een lange levensduur en is circulair, omdat we hem aan het einde van de levensduur ook terugnemen om er een nieuwe Ice Cube van te maken. Nou leveren wij twee verschillende producten in twee verschillende situaties. Voor kantoren, bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen, leveren wij wat we noemen de multisplit versie. In gebouwen heb je vaak een bestaand klimaatsysteem met een centrale luchtbehandelingskast, bijvoorbeeld met topkoeling. Dat is dan vaak onvoldoende koeling. Hè? Wat wij heel simpel doen, we sluiten die Ice Cube aan op de bestaande luchtkanalen, gewoon lokaal, hele makkelijke installatie, geen buitenunit nodig. En je verdrievoudigt de lokale koeling. Volledig milieuvriendelijk, energiezuinig, makkelijk te installeren. En het luchtgebied van de centrale luchtbehandelingskast kan zelfs ook omlaag. Hè? Dus je gaat nog meer energie besparen. De tweede manier om deze unit toe te passen is gewoon als een zelfstandige unit. Hè, die de koeling en de ventilatie doet. Hè, dus de koeling door middel van douwpuntkoeling. En ventilatie met warmte-terugwinning. Hè, dus twee apparaten voor de prijs van één. Dat kan bijvoorbeeld voor klaslokalen en woningen. Maar ook voor een individueel kantoor.
En dus voor douwpuntkoeling geldt dat het perfect de hitte wegkoelt. Als je hem in een multisplit systeem combineert met centrale luchtdroging, heb je eigenlijk altijd 18 graden inblaas, ongeacht de situatie. Nou, dus wat zijn de voordelen van dit systeem? Hè, de energiebesparing en dat je niet die broeikasgassen hebt. Maar dat bespaart juist heel veel operationele kosten. En vaak zijn de onderhoudskosten nog veel hoger dan de kosten voor energie. Dus wij leveren qua investering al een concurrerend systeem. Maar je gaat gelijk verdienen op je operationele kosten. Nou goed, er zijn natuurlijk nog meer voordelen. Hè? De duurzaamheid voor je gebouwlabel, het lange levensduur. In veel situaties dat je geen buitenunit nodig hebt, kan belangrijk zijn als het uiterlijk van het gebouw bijvoorbeeld daardoor geschaad wordt. En hij is per individuele ruimte toe te passen. Ik vertel jullie graag meer in de breakout sessie. Helemaal goed, dankjewel Arthur, daar ben ik er ook weer bij. Superboeiende ontwikkeling en een echt Nederlands product, toch? Absoluut, 100%. Hij is helemaal in Nederland ontwikkeld, geproduceerd en hij blijft ook in Nederland geproduceerd. Want ook het productieproces is mega innovatief en klaar voor automatisering. Voor robotisering. Nou, helemaal mooi. Mensen, ga dus zometeen ook naar de breakout van Arthur. En dan kijk ik heel eventjes naar de tijd. Ik wil voorstellen dat wij om zometeen weer bij de sessies, de breakout sessies, dat we daar terecht gaan komen. En ik noem het even breakout sessies bewust, omdat jullie aan de linkerkant van het scherm op de sessies moeten gaan klikken zometeen. Jullie hebben nu even wisseltijd, een minuut of, 5 à 10. Dus ik wil zeggen 10. Dus laten we zeggen dat wij om 58 weer met elkaar terug zijn. En dan gaan de breakout starten. Jullie kunnen vanaf 5 minuten voor de breakout, dus vanaf ongeveer 53, kun je er alvast in. Maar je kunt tijdens de breakouts, mocht je dat willen, ook wisselen. Dat je dus meerdere breakouts nog het verhaal van mee kan nemen. Dus ik zou zeggen, ga een kop koffie halen. En dan zien we jullie zometeen terug bij de breakouts. Tot zometeen. Dank jullie wel. En welkom terug allemaal op het hoofdpodium. En ik hoop dat we langzamerhand dat iedereen het weer weet te vinden. Het is altijd even wennen, zeker als je voor de eerste keer in deze tool zit en even moet zoeken waar je moet zijn. Ik begreep net dat het de sessies ingaan, de breakout sessies, en weer terugkomen naar het hoofdpodium, dat daar altijd even wat tijd overheen gaat. Dat begrijpen we goed. Ik ga er nu vanuit dat de mensen dit weer kunnen vinden en dat iedereen weer terug is gekomen op het hoofdpodium. En dat wij verder kunnen gaan met ons programma, want we hebben niet de minste uitgenodigd. Stan, mag ik jou uitnodigen om naast mij te komen staan? Dit is Stan Verstraeten en Stan die is actief op het bedrijventerrein Waarderpolder, in Haarlem ligt dat. Hij gaat jullie daar zometeen uitgebreid alles over vertellen. En Stan heeft een voorbereidingstraject gedaan om te zorgen dat er een warmtenet aangelegd kan gaan worden. En dat is natuurlijk echt exemplarisch voor wat er op heel veel bedrijventerreinen eigenlijk zou moeten gaan gebeuren en zou moeten gaan plaatsvinden. En nou goed, om dat daar met elkaar eens even goed doorheen te akkeren vanmiddag, hebben we Stan uitgenodigd om te vertellen hoe hij is gekomen waar hij nu staat. En vooral dat we daarna denk ik nog even gaan praten over hoe dat dan nog vervolgens verder zou moeten. Stan, aan jou het woord. Robert-Jan, dankjewel. Dankjewel ook voor de uitnodiging. Ik ben Stan Verstraeten. Ik werk als procesmanager duurzaamheid namens Parkmanagement Waarderpolder. En ik ben een van de mensen die actief is in de werkgroep voor de realisatie van het warmtenet Waarderpolder. En daar ga ik heel even jullie wat meer over vertellen. Het komende kwartier. Even aangeven waar we tegenaan lopen, hoe we zijn gestart. En ook zeker hoe we dat proces hebben georganiseerd. De aanleiding. De stad wil in 2040 aardgasvrij zijn. En parkmanagement werkt al geruime tijd in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem aan de verduurzaming van het bedrijventerrein de Waarderpolder. En wij zijn eigenlijk een partij die de regie voert tussen, op verduurzamingsprojecten tussen overheid en bedrijven. De gemeente heeft het initiatief genomen voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet.
En heeft daarmee heeft de bureau Royal Haskoning DHV ingehuurd als expert voor de hele ontwikkeling en het adviestraject. Nou, daar ga ik hem al wat meer over vertellen. Eerst even kort de Waardepolder. Waar hebben we het dan over? Ik heb het even in rode kaders aangegeven. We bevinden ons aan de oostzijde van de stad Haarlem. Nabij de A9, nabij knooppunt Rotterpolderplein, nabij het centrum. En misschien is het ook al duidelijk op deze foto dat het een onwijs verdicht bedrijfsterrein is. Gestart ontwikkeling al aan het begin van de vorige eeuw. Wat gegroeid in de jaren 60, 70, 80. En inmiddels zijn er maar liefst 1100 ondernemers gevestigd. Nou, hier ziet u het nog een keer even vanuit de lucht in vogelvlucht. En dan ga ik naar de volgende slide, waarbij ik heel even een aantal bedrijven eruit licht die op het bedrijventerrein gevestigd zijn. Het is ontzettend divers. We hebben een aantal farmaciebedrijven, Teva Pharmaceuticals, MSD, grote meubelgiganten IKEA, bedrijven actief in de foodsector, een datacenter, Iron Mountain, waarover later meer. En wellicht bent u ook bekend met het Jopenbiertje, wat wij tijdens de vrijdagmiddagborrel graag drinken. Nog even kort wat cijfers. 900 eigenaren, 1100 ondernemers, werken 14.000 mensen. Ik denk dat we zijn het hoogst verdichte bedrijventerrein van de provincie Noord-Holland en van de hele metropoolregio Amsterdam. We waren ooit het eerste bedrijventerrein met een bedrijveninvesteringszone, een zogenaamde BIS. De gemeente die sluit om de 5 jaar een convenant af met het verenigd bedrijfsleven om te bepalen wat zijn de doelen waar we gezamenlijk aan gaan werken. Het is een bedrijventerrein met een hoge milieucategorie, categorie 5. Het is nog mogelijk om bij ons flink wat lawaai te maken en geur te veroorzaken. We hebben koffiebranders, een aantal sloopbedrijven. En de samenwerking is ooit ontstaan binnen Park Management. Park Management is een samenwerking van de gemeente en de ondernemersvereniging. Vanuit het begin jaren nul. Toen was het toch wel een wat verouderd bedrijventerrein. Er waren de inbraken nog wat hoger. En zowel ondernemers als de overheid voelden de urgentie tot transformatie en samenwerking. En dat is uiteindelijk geresulteerd in de stichting Park Management Waardepolder. We zijn, die inspanningen hebben uiteindelijk geleid ook tot een aantal prijzen. We zijn het best geherstructureerde bedrijventerrein geweest. We hebben nadrukkelijk onze verduurzamingsambities vastgelegd. En 2 jaar geleden waren we nog finalist voor de Circular Economy Awards. Nou, Park Management. Velen van u zullen het wellicht al kennen, anderen misschien nog niet. Wij organiseren de collectieve beveiliging op het terrein. Wij zijn eigenlijk regie van de regisseur van de openbare ruimte. Wij geven advies op het gebied van huisvesting en begeleiden bij grondverkoop van de gemeente. Moet u bij denken dat wij ons uitgangspunt is dat we het bestaand vastgoed zo goed mogelijk gevuld willen hebben voordat de nieuwe kavels ontwikkeld worden. Daar sturen we dus ook op. We hebben het eerste stagebureau van Nederland opgericht, niet verbonden aan een onderwijsorganisatie, maar aan een groep bedrijven. En we zijn in toenemende mate actief in de verduurzaming van het vastgoed en de hele omgeving. En vandaar dat ik langzaam toe ga naar het warmtenet. Nou, initiatief vanuit de gemeente Haarlem, waar de Polder werd aangewezen als warmtekavel, als gebied waar een collectief warmtesysteem mogelijk wordt gemaakt. En de gemeente heeft ons opgezocht om de samenwerking met de bedrijven te organiseren. Partner Royal Haskoning DHV is degene met expertise over warmtenetten. En samen vormen we de drie-eenheid om dit mogelijk te maken. Nou, er is al best wel wat kennis vanmiddag voorbij gekomen over een haalbare case warmtenet. Hoge warmtedichtheid, ruimte in de ondergrond, bronnen dichtbij en realiseerbaar. Medewerking van eigenaren en ondernemers is erg belangrijk. En de panden moeten goed geïsoleerd worden en toekomstbestendig zijn.
En ik kan wel al verklappen dat dat op de Waardepolder al deze onderdelen van toepassing zijn. Nou, hier ziet u een overzicht van het gebied. En daarin hebben wij de kansen voor restwarmte geduid. We hebben een datacenter midden op ons terrein, genaamd Iron Mountain. Dat zit er al een jaar of 12, 13. En je hoort in de media de laatste jaar best wel wat kritische geluiden op de toename van datacenters. Maar ik kan zeggen dat wij er wel erg blij mee zijn. De Iron Mountain is niet een datacenter vergelijkbaar met die van Google of Microsoft. Die zijn geland in bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland. Het is een datacenter dat zich richt op bedrijven uit de omgeving, overheden. Die hebben daar hun data gestald en men probeert dat zo efficiënt mogelijk allemaal te organiseren bij Iron Mountain. Maar er komt natuurlijk ook restwarmte vrij. Nou, u ziet daar de cijfers van in beeld. Ook de energie die daarbij vrijkomt. En het is een continue beschikbaarheid wat gunstig is. In de andere hoek, wat meer naar het noorden toe, hebben we nog een waterzuiveringsinstallatie. Die voor de hele regio het slip zuivert. Ook dat is een potentiële warmtebron. Wel iets minder qua volume dan Iron Mountain. Maar ook dat zou eventueel kansrijk zijn. Nou, hoe zou dat er in de praktijk dan mogelijk uit kunnen komen te zien? U ziet hier het tekeningetje van Iron Mountain met een uitkoppeling van 27 graden. Dan komt er mogelijk nog een warmtewisselaar tussen te staan. Dan gaat het naar de bedrijven toe. De nabijheid is belangrijk. Hè. De bedrijven zijn heel kort gevestigd rondom het datacenter. Het is ook in het hart van het bedrijventerrein gevestigd. Dat is een toevalligheid. Dat is niet iets waar in het verleden op is gestuurd, maar werkt nu in ons voordeel. En via een warmtepomp kan het, wanneer het straks de warmte bij de bedrijven passeert, moet het worden opgewaardeerd naar een temperatuur, zodat het beschikbaar is voor ruimteverwarming. In het begin verwachten we nog wel dat er een piek nodig zal zijn die het aardgas in kan vullen. Maar uiteindelijk hopen we daar ook op lange termijn niet meer van gebruik van te maken. Nou, waar doen we het uiteindelijk voor? Uiteindelijk is het allemaal die CO2-reductie. Dat is waar wij op sturen als bedrijventerrein, als stad, als samenleving. De huidige reductie met de huidige mix is 22%. We verwachten dat die CO2-reductie tot 2030 kan oplopen tot 60%. En uiteindelijk moet dat in 2050, maar eigenlijk al eerder, 2040, moet er geen CO2-uitstoot meer zijn. Nou, vanuit parkmanagement zijn wij eigenlijk de intermediair naar de bedrijven. Wij kennen veel ondernemers op ons terrein. We hebben korte lijntjes met ze. En wij zijn gaan onderzoeken in dit proces van wat wil die ondernemer nou? Wat is voor hem belangrijk of voor haar belangrijk om straks deel te nemen aan het warmtenet? Nou, een aantal vragen hebben we voorgelegd aan die ondernemers. Wat vindt u nou belangrijk? Hoe zit het wat betreft duurzaamheid en energiekosten? Nou, de donkerblauwe balken die geven de relevantie aan. En ja, duurzaamheid springt daar uiteraard naar boven. Energiekosten, het moet wel betaalbaar blijven voor de ondernemer, willen ze aansluiten. We hebben gevraagd van heeft u wellicht ook interesse in een collectieve oplossing? Dat er bijvoorbeeld een warmtebedrijf gezamenlijk starten op de Waardepolder, waarbij u mede aandeelhouder wordt. Nou, dat merkten wij dat daar wat minder interesse voor was vanuit onze bedrijven. De leveringszekerheid, dat is vanzelfsprekend een hele belangrijke. En overlast bij de aanleg, dat is een beetje een gemengd beeld. Een ondernemer begrijpt dat er enige overlast komt kijken bij de aanleg van een warmtenet. En snapt dat er af en toe wat zaken in de openbare ruimte daarvoor op de schop moeten. De interesse die is er zeker wel. Hè. We hebben ook gevraagd van waarom zou u het niet doen? Nou, te veel gedoe wordt er dan aangegeven. Hoge kosten, een heleboel individuele argumenten. En als u nou wilt deelnemen, wat vindt u dan belangrijk? Totale ontzorging, ziet u dat staan.
En de ondernemer wil eigenlijk ontzorgd worden, wil niet veel op de hals moeten halen om te moeten aansluiten. Collectief beheer is belangrijk. En de kosten, heeft u interesse in deelname aan een duurzame collectieve warmteaanbod, dan willen de meesten niet meer betalen, maar we halen er ook enkele uit die in iets van een prijsverhoging wel acceptabel zouden vinden. Nou, wat zie je dan als resultaten van het onderzoek? We hebben met 30 bedrijven gesproken, in totaal 70% van totale gasverbruik. En er is zeker interesse om deel te nemen. Er is steeds meer urgentiegevoel, merken we ook, dat er gevoeld wordt. We hebben technisch-economisch onderzoek gedaan. Royal Haskoning DHV heeft ons daarin in meegenomen. De warmtebronnen zijn bepaald, het concessiegebied is gedefinieerd, de hele Waardepolder. En de haalbaarheid van het warmtenet op basis van restwarmte van Iron Mountain is uitgewerkt. Nou, conclusie en advies. Het is economisch haalbaar. De beoogde warmtebron die past goed bij de warmtevraag van het hele gebied. De gemeente heeft als voorwaarde twee bronnen. Dat lijkt ons nog wat onlogisch. En er is voldoende draagvlak bij de bedrijven om aan te sluiten. We zitten nu in een moment richting aanbesteding. En we zijn bezig met het opstellen van een intentieverklaring met Iron Mountain. Om de voorwaarden voor de levering van het restwarmte vast te leggen. Zodat we die straks mee kunnen geven aan het warmtebedrijf die de concessie gaat verwerven. Nou, wat zijn dan randvoorwaarden? Concessie van 30 jaar wordt uitgegeven. Er wordt een aansluitplicht vastgesteld. Dus het warmtebedrijf moet een bedrijf aansluiten die geïnteresseerd is in warmte via het warmtenet. Er wordt geen houtige boeienmassa toegestaan. Dat is een voorwaarde van de gemeenteraad Haarlem. Uiteraard spreekt voor zich. De bedrijven zullen via goed aanbod overgehaald moeten worden om aan te sluiten. Tarieven zijn openbaar en verklaarbaar. En er is transparantie over de investerings- en exploitatiekosten. Het warmtebedrijf levert een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het warmtenet. En een tijdslijn over wanneer zij uiteindelijk denken klaar te zijn met het hele warmtenet. En wat niet onbelangrijk is, wij verwachten ook dat het nog altijd mogelijk moet zijn voor bedrijven om, ook al hebben ze een contract, dat ze er ook weer van af kunnen straks in de toekomst, mochten ze toch een andere optie zien voor een duurzame warmtevoorziening. Nou, waar staan we nu in de tijd? De marktconsultatie, daar zijn we net mee gestart. We verwachten in het najaar te kunnen starten met de hele aanbesteding. En als ik dan nog een paar tips moet meegeven. Hè, we staan nu in een proces naar die aanbesteding toe. We hebben al onderzoek gedaan bij die bedrijven. We hebben veel kennis opgedaan het afgelopen jaar. Dat wij hadden dat als parkmanagement en gemeente denk ik niet alleen gekund. Het is goed om de deskundigen bij te halen. Ik hou me met veel duurzaamheidsprojecten bezig op de Waardepolder, maar ik ben geen expert op het gebied van warmtenetten. Denk goed na over het proces, het ontwerp van het proces. Het is een meerjarig proces en waarbij je verschillende stakeholders moet meenemen daarin. Communicatie is ontzettend belangrijk. De bedrijven die zijn nu al bezig met investeringen te doen of investeringen voor te bereiden voor over 5 à 10 jaar in hun vastgoed. Dus neem ze zo vroeg mogelijk mee in het hele proces. En maak vooral gebruik van bestaande contacten, bestaande netwerken en communicatiemiddelen. Want wij zijn als parkmanagement en wij willen graag gezien worden als één van de ondernemers. Ik denk ook wel dat wij die reputatie hebben. En ik denk dat je goed moet kijken, wil je het op je eigen bedrijventerrein doen, dat je de ondernemersvereniging meteen aan het begin van het proces meeneemt of jouw parkmanagementorganisatie, afhankelijk van hoe de organisatiegraad is. Nou, dat is eigenlijk in het korte het verhaal zoals we het nu voorstaan, het warmtenet Waardepolder in Haarlem. Dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Het warmtenet Waardepolder kan zichzelf verwarmen. Krantenartikel van 2 weken geleden. Waarin onze ambities staan en wat mooie PR is voor het gebied. En nou, bij vragen
hoor ik graag. Dit was mijn presentatie. Kijk, dankjewel Stan. Ik heb een aantal vragen meegenomen van vanuit het publiek. Ook zelf een aantal vragen neergezet. Maar je gaf een aantal aan het einde een aantal mooie leerpunten, tips. Wat was voor jou nou een doorbraak in dit hele proces? Waar je dacht van, nu gaan we met elkaar de stappen zetten en gaat het ook echt gebeuren? Ik denk dat het de samenwerking met de gemeente en Royal Haskoning een hele belangrijke is. Kijk, iedereen heeft zijn eigen expertise en ervaring. Wij kennen de bedrijven goed. Wij weten wat er speelt. Wij kunnen heel makkelijk daar het gesprek mee aangaan. Zij kennen ons. Zij weten van, Park Management werkt voor ons. Dus die behartigt ons belang eigenlijk. En het gaat om een beetje vertrouwen. De gemeente komt brengt de expertise in. En wanneer de gemeente ook aangeeft van dat dit een optie is voor uiteindelijk van het aardgas af te gaan, gaan bedrijven ook serieus meedenken. En kloppen ze nu ook echt bij ons op de deur van, heb je nog nieuws? Hoe staat het met de vorderingen? Dus heel veel erover communiceren en constant bedrijven meenemen, dan gaat het leven. Ja, nou, dat is ook mooi als de bedrijven bij jou aan gaan kloppen in plaats van andersom. Een andere vraag, een van de luisteraars die is blijkbaar betrokken, die zegt van, ik weet dat er 3 jaar geleden door Energy Go ook een onderzoek is gedaan naar de Waardepolder. Hoe heb je dat meegenomen in dit proces? Ja, het onderzoek van Energy Go was gericht ook op warmteuitkoppeling vanuit het datacenter naar het naastgelegen kantoorverzamelgebouw. En dat was interessante voorbereiding voor onze case, die eigenlijk over de hele Waardepolder gaat. Mm-hmm. Dus de conclusies en leerpunten daarin, die hebben we ook meegenomen, ja. Ja, dat is mooi als het zo op elkaar voortbouwt. Een andere vraag is, je noemde net ook al, de gemeente wil graag 2 bronnen. Wij zien er nog niet helemaal zitten. Je hebt een datacentrum op het bedrijventerrein. Hoe kijk je naar die continuïteit als het datacentrum op een gegeven moment zich elders gaat vestigen, dan valt je bron weg. Hoe hebben jullie daarover nagedacht? Wij maken nu afspraken met Iron Mountain voor de lange termijn. Ze kunnen natuurlijk niet voor de hele 30 jaar een afspraak maken met ons. Die precieze termijn, dat is nog in onderhandeling, zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar wij weten dat Iron Mountain in ieder geval de komende 5 à 10 jaar zeker geen verhuisplannen heeft. En het is ook een beetje aan het warmtebedrijf om die straks op de concessie gaat bieden, die straks die concessie wil verwerven, om daar op te gaan anticiperen. Zij moeten ook hun eigen onderzoek doen naar de haalbaarheid. En zij moeten aangeven van, wat zijn mogelijk andere duurzame warmtebronnen? Dus er moet uiteindelijk ook een backup zijn. En je noemt het al, het warmtebedrijf dat gaat bieden. Jullie hebben in feite nu het cadeautje klaargemaakt. De strik zit erom. Wat is het beeld? Staan de bedrijven in de rij? Gaan jullie zo meteen overspoeld worden met biedingen? Of gaat het toch nog wel moeilijk worden om iemand over de streep te trekken? Ja, nou ga ik... dat is even, dan moet ik een voorspelling gaan doen. Dat wij weten dat er een aantal partijen geïnteresseerd zijn. Daar hebben we zelf ook al meer of mindere mate mee gesproken. Wij horen ook wel uit de markt dat het druk is. Dat er op vele verschillende andere delen in het land ook dergelijke concessies of aanbestedingen voorstaan. Dus nou ja, het is nog een beetje koffiedik kijken, Guus. Maar ik verwacht zeker wel interesse, zeker met het voorwerk wat wij al hebben gedaan. En wat gaat nou het verschil maken? Waarom gaan die warmtebedrijven uiteindelijk voor de Waardepolder kiezen om daar een aandacht aan te besteden? Ik denk dat er in de Waardepolder eigenlijk al een goede case ligt met een restwarmtebron vanuit een datacenter die graag wil meewerken om zijn warmte te delen. Er is een goede organisatiegraad. Ondernemers zijn al bekend met het hele plan. En ook de gemeenteraad heeft, het gemeentebestuur heeft grote ambities en is welwillend om dit uiteindelijk mogelijk te maken op dit bedrijventerrein. Het is, een bedrijventerrein is maatwerk, is weer wat anders dan een woonwijk.
Maar ik denk dat wij de uitgangspositie niet beter kunnen maken. En je hebt natuurlijk zelf een interessante positie. Je zit natuurlijk dus aan de ene kant als vertegenwoordiger van de bedrijven op het bedrijventerrein. Je bent ook de logische gesprekspartner voor de gemeente. Ik kan me voorstellen dat die werelden nogal van elkaar verschillen. En dat ook de tijdslijnen waarover men gewend is te praten en ook hoe lang een gesprek duurt, dat het nog wel eens anders is. Wat heb je daarin geleerd en heb je daar tips voor ons? Eigenlijk, Guus, ik zei het net al, het is elk bedrijf is maatwerk. En wij hebben een onwijs divers groep bedrijven op ons terrein gevestigd. Dat heeft te maken vanuit de historische context. Het is niet één soort branche of sector dat hier zit. Dus je zult tijd moeten investeren om dat gesprek aan te gaan. En daar leer je altijd weer bij uit waar de ondernemer op dat moment mee zit. En dat wisselt heel sterk. De ene heeft grote ambities en die vindt dat wij veel te traag gaan. En de ander die zegt van nou, ik wacht het warmtenet nog wel eventjes af. Dus en ik heb nog een goed functionerende ketel en daar ben ik zeer content mee. Dus maatwerk en een organisatie die de couleur lokaal kent, is wel van belang, denk ik. En in die diversiteit zie je dus ook dat eigenlijk helpt om ook zo'n heel andere partij als een gemeente het gesprek aan te laten gaan met dit soort ondernemers die het algemeen snel willen. Ja, nou, de gemeente Haarlem is altijd ontzettend bezig met de Waardepolder. Hè. Het is eigenlijk het enige bedrijventerrein van de gemeente Haarlem. Het is heel groot, ik noemde net al de cijfers op, er werken veel mensen. Dus het is wel een van de economische motoren van de stad. En er wordt veel geïnvesteerd in het bedrijventerrein om het ook toekomstbestendig te maken. En werken gewoon een aantal mensen die dat gesprek al langer voeren met die bedrijven. Dus daar zie ik niet zo'n probleem in. Een andere vraag die we kregen is van, het gaat de hele tijd over warmte. Zijn jullie in de waardepolder ook aan het kijken naar de koude? En of zo'n warmtenet ook gebruikt kan worden om koude met elkaar te delen? Ik moet je eerlijk bekennen, Guus, dat op dit moment nog niet hoog op de agenda staat. Nee. Dat is wel iets wat misschien op een later moment, dat we daar eigenlijk wat meer aandacht aan kunnen gaan geven. Dus goed punt. Als mensen nog suggesties hebben, dan hou ik me zeker aanbevolen daarvoor. En ik ken de Waardepolder. Ik heb ook wel eens met jou een rondje gelopen over het bedrijventerrein. Hartstikke mooi. We werden zelfs naar binnen geroepen bij een van de bedrijven om even te komen kijken. Dat laten we zien hoe de relatie is tussen de parkmanagementorganisatie en het bedrijf. Tegelijkertijd gaat er in de gemeente ook zo nu en dan stemmen op van hey, moet dit wel een bedrijventerrein blijven en zouden we er niet toch woningen van maken? Het ligt zo mooi dicht bij de stad. Ik kan me voorstellen dat het juist in zo'n traject van zo'n warmtenet die zo'n lange termijn heeft, dat het wel in de wielen kan rijden. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik noemde net al dat wij om de 5 jaar een convenant afsluiten, of althans wij, de ondernemersvereniging met de gemeente. En wij kunnen een belangrijk deel van de uitvoering doen. Waarin ook het onderwerp woningbouw op de agenda staat. En de gemeente heeft afgelopen december weer zijn krabbel gezet om de komende 10 jaar geen woningen in de Waardepolder te bouwen. En ik denk dat, dus die discussie die is weer even geluwd, mm-hmm. Die komt altijd weer een keer omhoog. Want ook woningbouw in onze stad, daar is ontzettende focus op en gebrek aan woningen. Maar wij proberen constant ook de relevantie van het terrein aan te geven. Hè? En de kans die het heeft, omdat we zo dichtbij die stad liggen. De bereikbaarheid voor mensen die in de Waardepolder werken en vanuit de omgeving moeten komen is goed. Er vindt veel innovatie plaats. We hebben een hoge milieucategorie. Dus ik denk voor de circulaire economie is die hoge milieucategorie ook heel belangrijk. Ik heb onwijs veel argumenten om aan te geven richting de gemeente van hou het nou een bedrijfsterrein en ga er niet wonen. En de warmtevragers op het bedrijfsterrein zijn natuurlijk ook een aantal. Hoe zitten die in die strik verpakt? Hebben die een handtekening gezet dat ze willen gaan afnemen en kan het warmtebedrijf daar alleen nog even vragen of de handtekening onder komt? Of is er nog wat meer werk nodig? Nou, uiteindelijk is het warmtebedrijf een commerciële partij. En die moet met een goed voorstel komen naar de bedrijven. En de bedrijven hebben nu nog nergens voor getekend. Hè. We hebben dat onderzoek gedaan, dat heb ik laten zien, de resultaten. Er zijn allerlei positieve intenties.
Maar als er straks een warmtebedrijf komt met voorstellen voor het afnemen van warmte, wat een grote prijs erbovenop doet ten opzichte van de huidige tarieven, dan gaan bedrijven niet meteen welwillend zijn om te tekenen. Maar goed, ik neem aan dat die warmtebedrijven gaan ongetwijfeld hun huiswerk goed doen en ook hun rekensommen maken. En dan heb ik alle vertrouwen in dat er een goed aanbod komt voor de ondernemer. Hoe hard zijn die randvoorwaarden? Je hebt een heel mooi lijstje met randvoorwaarden van de gemeente. Als ik ze doorkijk, denk ik, dat zou je inderdaad allemaal willen. Als de interesse uitblijft, trekt de gemeente die randvoorwaarden dan direct in? Of zijn er harde afspraken met jullie overgemaakt? Dat die randvoorwaarden staan nu niet ter discussie, Guus. Dat zijn de randvoorwaarden. En kijk, als er straks geen enkel bedrijf inschrijft op de aanbesteding, dan moeten wij ons ook achter de oren gaan krabbelen van wat gaat er hier niet goed en waarom is dat zo? Maar wij denken dat het op deze manier haalbaar moet zijn. Kijk, dat lijkt me een mooie afsluiter van deze sessie. Want uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk. Dankjewel Stan, want dat was natuurlijk even nog belangrijk. Dankjewel. Ja, jullie zien hem niet meer, maar hij loopt hier net weg. Wat we zien dus inderdaad waanzinnig belangrijk, dat de Stan en met het parkmanagement hebben dus die eerste stappen gezet. En dan als een opstap gegeven eigenlijk naar dus de innovators en de warmtebedrijven om nu daar een pitch voor te gaan maken. En om te kijken hoe ze dit varkentje gaan wassen op dit bedrijventerrein. Eigenlijk alle seinen staan op groen, maar nou moet het nog even gebeuren. We kregen nog een paar vragen uit het publiek en die gaan dan vooral over inderdaad de financiën, over de koude vraag, die kwam al eventjes voorbij en al dat soort zaken. Dat gaat ons niet meer lukken vandaag om die nog te beantwoorden. Maar weet dat we die zeker nog in de nazit zullen beantwoorden. En misschien dat Stan daar nog iets van kan doen. Maar het is eigenlijk ook in deze casus vooral aan die warmtebedrijven die gaan intekenen en inschrijven eigenlijk op deze aanbesteding. Guus, nou dan zijn we aan het einde gekomen van onze allereerste webinar. We hebben nog wel een paar punten die we met jullie willen delen. Wil jij hem eentje verder klikken? Doen we naar de volgende. Dit is nog niet helemaal het einde. Nog niet helemaal het einde, nee precies. Ik wil jullie graag allemaal wijzen op een website die we vanuit TKI Urban Energy en het UpTempo, eigenlijk het opschalingsteam, hebben ontwikkeld. En ik wil jullie met name even wijzen en ik ga kijken of ik het kan aanwijzen. Dat is daar, die blauwe knop aan de zijkant. Dat zijn allemaal innovaties die wij verzamelen, die specifiek gaan over utiliteit. En dus ook over bedrijventerreinen. Dus met heel veel liefde wijzen we jullie op deze website, uptempo.nu/utiliteit. Of als je gewoon naar uptempo.nu gaat, even daar op die button aan de zijkant klikken. En laat je inspireren door alle innovators die daar hun linkjes op geplaatst hebben. En ga vooral eens kijken wat voor potentie dat allemaal heeft voor jouw bedrijventerrein. En misschien dat ideeën die je eerst had, ineens haalbaarder worden door nieuwe innovaties die je daar vindt. Nog één verder? Nog één verder. Ja, zeker. Dan nog eventjes de volgende bedrijventerreinwebinars. De eerstvolgende is op 6 juli. Die gaat heel specifiek over de zon op dak opgave. En die is groot. We weten alle problemen die eromheen spelen. Zoals draagkracht van het dak, de verzekerbaarheid. Dakbedekkingen die eigenlijk eerst vervangen moeten worden. Invoering op het net. Nou, you name it. Er is een hoop om te doen. Alle innovaties en alle laatste inzichten op dat vlak, die gaan jullie op 6 juli kunnen beluisteren. Dan vervolgens gaan we in september en oktober verder. Dan is 20 september de eerste, die is van Guus zelf. Dat ben ik. Het gaat over energierenovaties op bedrijventerreinen. Dus dan zullen we met name kijken, wat kan er nou met al die gebouwen, die mooie blokkendozen. Die zijn toch zeer geschikt om daar op een andere manier met verwarming en isolatie om te gaan. Maar we hebben allemaal de ervaring dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dus we zullen in dat webinar vooral kijken van welke innovaties zijn daar nou. Wat zijn de technieken die je daarvoor kan gebruiken. En kom daar ook naar luisteren, zou ik zeggen. Helemaal goed. En dan last but not least, op 26 oktober gaan we vooral kijken naar de hele elektrificatie. Dat gaat dus dan niet alleen over de verwarming van gebouwen, maar vooral ook en de koeling, maar vooral ook naar de processen. En hoe dat allemaal samengaat in combinatie met die grootschalige opwek op die daken. En hoe kunnen we dat elektrificeren en uiteraard ook het vervoer. Hè? Want wat je ziet is dat je mag nu geen nieuw parkeerterrein bijvoorbeeld meer aanleggen zonder tenminste zoveel laadpalen te plaatsen. Nou, daar gaan we in oktober verder op in. Kortom, we zeiden het al, dit wordt het jaar van de bedrijventerreinen. Heel goed. Nog even verder?
Tot slot, wat jullie nu kunnen gaan doen, jullie kunnen nu naar de matchmaking. Dat kun je weer aan de linkerkant vinden. En dat betekent dat je automatisch gematcht wordt aan andere deelnemers. Maak met elkaar kennis. Het kan tot 6 uur, dan gaat het automatisch dicht. Dus heel veel plezier zometeen. En wij hopen jullie graag terug te zien op onze eerstvolgende webinar op in juli. En uiteraard op de volgende na de zomer. Alvast fijne zomer van onze kant. En wij spreken elkaar hopelijk snel. Tot snel.